Hallo en welkom bij een nieuwe PowerPraat, jouw favoriete podcast over games en andere entertainment. We hebben het vandaag weer over of we games nou uit willen spelen of niet. Samuel is erbij en uh, hij heeft ook een mening. Dat uh, ga je zeker horen vandaag, want hij heeft het ook over metaphor. Hij heeft die game een paar uur gespeeld en hij heeft wat vragen. Dragon Age: Veilguard hebben we het over. We hebben het nog niet gespeeld, want we hebben geen code. En uh, misschien is dat wel een beetje de bedoeling van EA. Welke games konden we vroeger nooit uitspelen? Komt er komt nog een comment over. Uh, dat is ook leuk. Uh, we hebben het over game soundtracks. De fantastische tijden voor VR-fans. Want Florian heeft er meerdere onder de knoppen gehad en op zijn uh, op zijn hoofdje. Batman: Arkham Shadow is namelijk spectaculair. Indiana Jones en de Great Circle heb ik gespeeld in Londen. Uh, we hebben het ook over Black Ops 6 en Timesplitters. En vergeet ook niet de pal in te vullen. Dat kan je nu doen. En ik wens je heel veel plezier bij deze nieuwe palpraat. Het is zeker een moeite. Ja, daar zijn we weer. Florian en Samuel, van harte welkom. Hallo daar. Ja. Hallo. Ik Dag denk je. dat we... We gaan het zo ook even over... Uh, uh, Dommel hebben en, uh, en <laughs> ja. Ecuador. Semafor. ja. <laughs> oké. <Okay. laughs> Want de vorige keer had je het de hele tijd over metafoor. Mm -hmm. Maar het is dan natuurlijk metafoor. Maar, maar Samuel wil er straks iets over zeggen. Maar dan gaan we... Ja, het over vragen. Maar daar hebben we het straks wel over. Oh, oké, oké, oké. Ja, welkom. He, gaat het goed met jullie? Het gaat goed met mij, Tjeerd. Je ja? zit er lekker in vandaag. Oh gaan ja, ik heb in één keer handen? een soort van energie. Ik heb een, ik heb een koffietje gedronken. Ah, dat ah, doe jij dat nooit? Dat doe ik meestal niet. Ik mm. doe het alleen... Ochtends bij het ontbijt en, en dan laat ik het uh, voor de rest van de dag uh, staan. Tofie, maar dat de is het verboden nee. bonen. Juist. Maar nu ja. heb je een half uur geleden heb je er eentje ingetikt of zo. Ja, dat klopt. Ah, juist. <laughs> een half uur? Ik voel hem ook, ja. Okay. <laughs> uh, <laughs> ik voel hem ook. Shit. Hij begint op te komen. Jong. En even voor de duidelijkheid: het is bijna midden in de nacht voor, voor Sam en mij. Uh, <laughs> ja, het is echt nee, dus... uh, ochtends vroeg. Uh, maar Cheert uh, heeft al een halve dag erop zitten. Cheert ah, vindt het raar dat wij geen ochtendmensen zijn. Ja. Ja. Het is niet eens ochtend meer. Het is Wat? elf uur. Ja, maar, dat, dat bedoelt, is ochtend. Ja, maar echt. En flink ook. Alles voor 12 uur is ochtend. Ik ben meestal al vanaf half zeven wakker. Jij hebt een kind, hoe kan je dit doen? <laughs> dan ga ik slapen, zeg maar. Ja. <laughs> ik wacht totdat okay. hij wakker wordt en dan ga ik slapen. Je hebt gewoon een vriendin die, uh, <laughs> die, die je gang laat gaan, zeg maar. Oké, okay, ja. um, we hebben echt een boordevolle aflevering. Is het zo? Ja, ik denk oh. het wel, ja. <laughs> um, laten we gewoon meteen beginnen met de comments van de week. We hebben dat liedje, uh, er, wa er was wat pushback op dat liedje, dat het te lang duurde. Maar toen kwam er weer pushback op de pushback. Dus uh, ik denk dat we wel veilig zitten. Komt-ie. Okay. Oké. Okay. Dus wel gaan doen? Oké. Ik kan niet wachten op de synthwave remix. Ja, dat zijn de comments van de week. Ik, hou, ik, vind, ik vind liedjes maken echt leuk. Maar je maar doet het is, nooit. Nou, dat komt, dat, dat komt natuurlijk omdat je, je hebt meerdere hobby's. En je kiest gewoon eigenlijk voor degene waar je dus, op dus dat je moment de meeste zin in hebt. Maar elke keer als ik er dan bezig ben, dan, dan word ik echt gewoon een soort van... Mijn mind wordt wakker na vijf uur. En ik van... <hums> en dan was ik zo... Dus dat is eigenlijk je ware roeping? Liedjes maken. Nou, hetzelfde deurtjes. is met games, maar ja, die, die kan je wat makkelijker afsluiten. Doe eens een lieve tune, gooi ja, er een ja. koffietje in. En dan, en dan ram je <laughs> er gewoon een nieuwe tune uit. Ik moet gewoon, gewoon een half jaar vakantie nemen. Dan, dan kom ik ook daar aan toe, zeg maar. Ja. <laughs> um, comments van de week. We hadden, vorige keer had ik, uh, hadden we het niet echt stilgestaan in de aflevering bij de poll. Maar ik, ik vind het wel leuk om iedere keer een poll te doen. Uh, ik had hem mm. ook iets te later ingezet. Waardoor mensen waarschijnlijk wel hebben gemist. Maar uh, we hadden het vorige keer over... Wil je je games altijd uitspelen? En ik was mm. eigenlijk de enige die... Die zoiets heeft van, oké, okay, als het klaar is, dan is het klaar. Als jij er klaar mee bent. Dan als ben ik, het ja, is klaar, als, ja, als ik er genoeg van heb, dan ga ik gewoon wat anders spelen. Ja. En jullie vonden dat een beetje raar. Ja, geen ruggen gaat gewoon echt. Hm. Dus ik heb er een poll van gemaakt. Kijk, <laughs> en, um, wat zeggen de cijfers? De vraag was, wil jij je games altijd per se uitspelen? En er is, uh, wat denken jullie? Ja en nee omdat je het woordje per se erin hebt gegooid. Vind ik dat weer typisch. Is die wel complexer? Ja, Is die, uh, ja. dus ik gok uh, uh, 60% hoeft niet uit te spelen. Nou, hij zit in de buurt, ja. Ik wilde het eigenlijk andersom zeggen, maar hij zegt al dat jij in de buurt zit. Oh, dat ik ja. Jij, jij dacht meer wel. Ik dacht meer wel. Ja. Ja, ja, 60, ja. ja, altijd zegt 43% of 42,9%. Ja. En nee, tot ik genoeg heb, zegt 57,1%. Ja, het is het woordje hmm. altijd en het woordje per se, wat hmm. het een beetje verpest ja. in, de, in deze, denk ik. Exact. Uh, als, het, als het echt zo zwart is. Per okay. se uitspelen. Oké, okay. de volgende keer vraag ik jou om de exacte Eega. bewoording van de poll. Dankjewel. Uh, laten we aan het einde van de aflevering even bepalen wat uh, het poll van deze week wordt. Ja, cool. Um, misschien, misschien kunnen we een, een versie 2.0 doen van deze. Want ik zeg altijd, je hebt vier soorten manieren om games uit te spelen. Je hebt inderdaad... Uh, ik vind deze game niet leuk, dus ik stop er nu mee. Je hebt, ik vind hem leuk, maar na een tijdje ben ik hem zat en dan stop ik hem mee. Een beetje dat gevoelmatig ja, van ja. jou. Mm -hmm. Ik speel hem uit totdat de singleplayer slash story mode uitgespeeld is. Mm -hmm. Mm -hmm. En. De 100% en de 100% platinum. ik klok hem. Oftewel, ja, de, ik doe de, de, platinum, de, de platinum of, zo, platinum of ja, ja, alles. Ja, ja, true. Dus ik, ik zou veel geïnteresseerder willen zijn in, in te zien wat de percentages zijn in die vier categorieën, zeg maar. Ja, maar jij, niet iedereen die gaat alles platinum toch? Jij, jij nee, bent echt nee. een platinum guy. Ik platinum echt lang niet alles door. Nee, normaal. precies. Nee. Ja, ja. Maar dat hangt er een beetje vanaf. Dus, is hij ja. leuk genoeg? Is het, uh, soms ja. wil je ook iets plannen met een bepaalde serie. Ook, het is zo, of zo afhankelijk per game gewoon. Ik, per game, ik denk ja. dat je dat niet echt als pol kan doen. Zeg maar, van, nee. Want welke game hebben we het over? Ik nou ja, wil... laten we een voorbeeld nemen. Sam, we hadden jouw mening hier in de niet al gehoord. Maar wat is jouw insteek? Kijk, heb je zoiets van ik wil hem altijd wel uitspelen? Of zeg je van nou, ik speel tot ik denk van ah, ik heb het wel gezien. Uh, hangt, hangt er puur vanaf hoe goed ik de game vind. Ik heb niet een specifieke definitie of definiërende soort van houding voor games uitspelen. Als ik een game super goed vind, wil ik hem uitspelen. Als het ook een game is waarvan ik zoiets heb van, oh, dit is een legendarische, deze ga ik altijd onthouden. Deze wil ik ook fysiek hebben. Dan wil ik hem misschien zelfs hem. Ja. Maar er zijn er niet zo superveel. Um, sommige games begin ik heel enthousiast aan, maar drop ik toch halverwege. Ja. Um, Wat is bijvoorbeeld een nou, een game waarvan de meeste mensen zeggen... Van, ah, dat is echt een hele goede game... die jij op een gegeven moment hebt gedropt. Uncharted tijd. 4. Uncharted 4. Ja. Wauw. Oké, okay, dat, dat verbaast me wel. Ja. Want dat is echt een achtbaan. Er zit niet echt... Wat, wat ik veel echt vind van... Uh, bijvoorbeeld de Final Fantasy games... daar hebben we het vorige keer ook al over gehad. Er zit, er zit zo'n enorme dip in vaak. Ja. Een ja. soort van fetch quest dip... Uh, ja. en, en dat is echt het moment waarop je Meestal is het een beetje zo'n zo van de ja. game of zo en dan kakt het heel erg ja. in. Ja, ja dus ja, daar haak het. ik vaak wel af. Ja. Ik kan me nog herinneren in de GameCube-tijd dat iedereen was terecht lyrisch over de Zelda, Zelda The Wind Waker. Hm. Maar je hebt wel inderdaad op de, ongeveer 80% van de game heb je dat je de, de Triforce-mapstukken moet gaan verzamelen, ja. moet vissen. Ook zoveel mensen die zeiden, ik ben gewoon afgehaakt, vond geen fuck aan. Ja. Ja. ja, ja. Ik heb die game sure. wel ja. gespeeld, ik weet niet eens of ik hem heb uitgespeeld. Het was ook ja. in mijn studententijd. Maar, maar soms, met... sowieso niet ja, soms van, heeft uh... het ook te maken met een serie. Bijvoorbeeld de Dark Souls-games, weet je, ik, ik hou ervan, dus daar heb ik geen moeite mee. Maar dat is ook een serie van zoiets heb van, die moet ik uitspelen. Zelfs als ik een deel niet zo leuk zou vinden, ja. dan heb ik gewoon zoiets van, ja? want, want dat heb ik, dat is... Ja. Dat heb ik helemaal, dat ken ik door en door. Dus als dat dan één game is die ik daar niet echt door en door ken, dan zou dat een beetje ja, niet chill voelen. Ik, ik, ik moest voor mezelf één Souls-game uitspelen. En dat heb ik bij Demon Souls gedaan toen die uitkwam nice. voor de PS5. Oh, de, de remake. Ja, ja, de uiteraard. remake inderdaad. Ja, ja. Uh, en dat vond ik heel cool om één keer te doen. Ja. Uh, maar, het, het maar het hoeft niet <laughs> altijd. Dat nee. is echt niet mijn ding. Ik bedoel, Elden Ring heb ik ook even een paar ja. uur gespeeld. Ja, ja, ja. Best wel tof. Ja, 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 maar ja, ja. dat is een game waar ik afhaak op een gegeven moment. Ja. Ja. Ik haak zijn... af heel vaak bij JRPGs. En dat... Ja, ja precies. Daar ja, snap van, ik ja, ook ja, nee, ja, ja. Over JRPGs gesproken. Ja. Er is een comment van Najji. Die zegt... Uh, Lekkere powerpraat weer, mannen. Keep up the good work. Niet om het een of ander... Maar Cheert, wordt gegoogled shamed voor FC 25 tips, maar later in de aflevering bekent Florian dat hij jawel een online guide gebruikt die hem adviseert hoe hij zijn tijd het beste kan spe spenderen in Metafor. Metafoor. Uh, dat klinkt in mijn ogen wat hypocriet, Florian, omdat jullie <laughs> beiden een online bron raadplegen voor optimale game experience. En de reage, uh, daar zet hmm. ik nog achteraan. Man, wat mis ik de geprinte gameguides ja. en onzinnige offline cheatcodes? Mag ik heel veel eerst inhaken op dat allerlaatste? Ja, ik mis fysieke gameguides. En ik heb er ook best wel veel in mijn kast staan. Ja, een paar ook, ook, ook wel, uh... hele mooie hardcover gameguides met, met kaarten en stats en zo. Ja. Dat is super vet. Ja, het is heel vet. Ja. Dat vind ik ook heel cool. Het is ja, ik denk dat het ook een beetje een vervlogen tijd is vanwege hoe de games worden gemaakt zeker en gewoon door online. Het, het is gewoon allemaal wat toegankelijker geworden. Mm -hmm. Dus je hebt ook niet zo zo'n diepgaande game guides nodig. Nou, het grootste probleem zijn uh, online updates. Want als jij bijvoorbeeld een guide maakt voor Dark Souls ja. en uh, drie maanden later komt er een, een update uit, waardoor bepaalde wapens genervd worden en dan ja. worden sterker gemaakt. Of er is een item verdwijnt het, of zo exact, ergens. Dan ja. kloppen die cijfers in die guide niet meer. Ja. Dan, weet je? Dan, ja. Ja, ja, dat, dat is wel. inderdaad een stuk lastiger ja. nu. Ja. Maar uh, metafoor, een ja. Metafoor! Metafoor! Ja. Kijk, daar heb je metafoor. <laughs> da, 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 da. Okay, sorry. Um, en zijn vriend Persona. Ja, yeah, want. Um, ja, wat heb je daar eigenlijk op te zeggen? Dat je, dat je <laughs> want, hier oh, mij Google shamed. Uh, nou, ik, ik denk dat er een groot verschil is tussen. een FIFA-game en een JRPG, zeg maar. Ja, ik sorry. denk dat er een groot verschil tussen is, maar uh, niet een, een groot verschil is tussen. Ja, Google gebruiken voor hun uh, game. Maar een, een beetje uh, hypocriet. Uh, ja, daar, maar daar uh, ja, ik excuses mee. aanvaard, uh, Florian. Nee, dat niet. Geen excuses. Nee, oké, okay, dan aanvaard ik ze niet. Oké, okay, top. Uh, metafoor. <laughs> jij, hebt ze, jij hebt hem ook gespeeld. <laughs> Je ja, wilt maar, er hier, hier iets over kwijt. Ja, wel maar een uur of tien. Um, ik snap de hype eerlijk gezegd niet. En jij snapt hem wel. Uh, dus ik wil, ik wil je eigenlijk vragen. Uh, ik weet dat JRPG's. Het, een van hun grootste zwaktes is dat ze vaak ontzettend op gang moeten komen. Dus, dus mm. hoe langer je in zo'n game zit, hoe beter ze worden. Dus het begin is vaak echt ruk. Of duurt super lang. Uh, maar ik heb er nu tien uur in zitten. Ik heb zoiets van: oké, okay, tof. Het is basically gewoon Persona. Maar in een volledig nieuwe wereld. Volledig, volledig nieuw stijltje. Met een paar veranderingen. Maar weet je, combat is heel erg vergelijkbaar. Je moet weaknesses hitten zodat je extra beurt krijgt. en Dat soort shit. Mm -hmm. um, en al die social shit zit er ook nog in. Wel. Iets wat gestroomlijnder, maar um, mis ik iets waardoor, want ik hoor echt zoveel mensen zeggen: ook waaronder Dwayne, uiteraard. Van hey, dit is, dit is de game van het jaar. Uh, oh, mijn god, uh, er gebeuren dingen die games zijn zo achterlijk. sick. Um, maar wacht even. Stop, stop, stop. Yeah. Vind je Persona leuk? Ja, en nee. Ik vind alles aan Persona leuk, behalve 50% van de game. Ik vind alles aan Persona leuk, totdat je de social links shit moet doen. Ik ah, heb een okay. hekel aan de social links. Okay. Huh? Maar dat is een beetje alsof je alsof een je meisje heel erg leuk vindt... behalve als ze begint te praten, zeg maar. Is vaak ja. genoeg woord ja. komen dan. Ja, ik, ik wou net zeggen, zo dat raar is, is dat, die, dat, dat, je, dat, dat je zijn al niet. Dat is helemaal niet raar. Maar ja, want uh, Persona is een, een uh, subserie van Shin Megami Tensei. En als ja. je kijkt naar, ik bijvoorbeeld onlangs, nou niet onlangs, maar uh, wat is het, een jaar of twee geleden of zo, kwam Shin Megami Tensei 5 uit voor de Switch. En dat was okay. echt basically Persona zonder al die social links. Het was mm -hmm. alleen maar open wereld verkennen, monsters battlen, monsters fuseren. Super vet. Ik vond het een van de beste RPG's echt in, in, in een super lange tijd. En okay. dan speel ik Persona en dan al die dingen die ik leuk vind, dungeons, vijanden, Precies. demons vangen en fuseren, wordt dan opgedeeld door verplicht. Ik, ik moet ja. hangen met mijn roommates of ja. mijn classmates. En ik moet dan gaan, gaan biljarten matchen... zodat die links sterker worden. Ja, klopt. En dat heeft metafoor dus ook... I ja. ja. ja Inderdaad, uh, wat je zegt, het is wel wat gestroomlijnder of zo. Maar ja. het, het, het past wat beter bij het verhaal... want je bent meer onderweg klopt. met hun en... Ja, dus dus ben je het meer... is wat organischer, maar precies. wel echt na vijf uur spelen kreeg ik letterlijk een pop-up in mijn scherm die zei zo van... ...hé, hey, je bent nu in de stad en je kan allerlei dingen doen in de stad, maar als je gaat chillen met je vrienden... ...kan het zijn dat sommige dingen die je ook kan doen in de stad, dat die opeens wegvallen, want dingen zijn tijdsgebonden. Ja, ja, precies. En dat is inderdaad wat ik bedoelde met, met die guide, zeg maar. Exact. Ik wil soort van optimaal mijn tijd benutten. Ja, en dat snap ik heel erg, maar tegelijkertijd heb ik ook zoiets van... Ik kan niet echt van een game genieten als ik het idee heb van... oh, ik kan niet alles zien of zo nu. Het is een want... beetje een FOMO-simulator, Het dit. is een gigantische FOMO-simulator. Dus ik snap volledig waarom hij daar een guide voor gebruikt. Ja. Want... Je, moet, je moet keuzes maken, inderdaad. Moet, ja. En ik wil inderdaad de beste keuze maken. Helemaal als dingen ook nog eens... Uh, ik neem aan dat sommige trophies missable zijn hierdoor ook. Uh, nee, dat, dat valt volgens mij heel erg mee. Maar... Dit is toch eigenlijk wel raar. En, en, uh, wacht, wacht even, heel kort. Um, en, en ook, dat zeg ik ook, uh, omdat uh, bij Persona heb je zeg maar het schooljaar. Ja. Dus daar stopt op ja. een gegeven moment de game echt. Ja, exact. En in metafoor heb je veel langer de tijd. Extra, zeg maar. Okay. Dus zelfs als okay. ik dingen zou missen in de guide of het mm. zou opschuiven, of weet okay. ik wat, kan ik dat allemaal nog later doen. En daarom zijn trophies ook minder missable dan in. Persona. Ja, maar er, zijn, er vallen dus wel dingen weg op het moment dat je iets anders kiest om nou, te Nou, het, het valt niet echt weg. Het is meer, je moet keuzes maken van ik. Wat doe ik eerst? Ja. Dat is het meer. Nou, de game leek me die pop-up echt te impliceren. dat er sommige dingen zijn die gewoon niet. Sommige, sommige dingen wel, maar dat, dat is niet heel. Het, het is niet heel boeiend of zo. Het zijn zijtakken zij van die, van die, hmm. die zijcharacter, zeg maar. die ja. met je mee zijn. Ja. Um, en daar kan je dingetjes van missen. Het is niet heel schokkend. Oké. Okay. Um, maar inderdaad, ja, het zit er nog steeds in. Ik begrijp waarom je dat irritant vindt. Ja. Uh, ik vind dat in persona. vind ik het juist heel erg vet. Uh, en dat komt omdat. Vanwege de minigames? Um, nee, nee, ik, ik, ik krijg echt een beetje met die characters een beetje dat, dat soort van. Het is zo intiem of zo. Um, en omdat Persona uh, eigenlijk maar op twee locaties afspeelt. Weet ja. Je hebt zeg maar je schoolgedeelte en, en Tokio. Ja. Um, en het is heel. Um, ja, hoe moet ik dat zeggen? Het is heel gesloten of zo. En maar, dus die... maar vind je het leuker dan de rest van de game? Dan dat dungeon crawlen en. Ik vind de afwisseling juist heel erg leuk. Want, want als ik op een gegeven moment een paar mm. uur aan het dungeon crawlen ben, dan denk ik van, oh ja, vet, straks komt er weer een paar uur... Oh, dat heb ik echt nog nooit gevoeld. Dat ik, ik weer met school bezig ben en weet ik veel wat. Ja. <laughs> dat heb ik echt nog nooit Zeker, gevoeld. ja, dus nee, dat, dat vind ik heel erg leuk in persoon. En ah, dat... Dus Shin Megami Tensei 5 zou er eentonig zijn voor jou dan, waarschijnlijk. Omdat je alleen maar aan het dungeon crawlen bent. En... Ja, ja, ja. Ja, ja. Dat zou, ja. Dat zou ik jammer vinden. Ik vind juist die, die afwisseling vind ik heel cool. Uh, en dus dat vind ik ook nog steeds heel erg leuk in metafoor. Met het verschil nee, en oh metafoor. <laughs> um, en dat zeg ik, weet je, omdat persona zo'n zo soort van intiem is. Um, metafoor is veel groter opgezet in alles. Ja, het, het En dus het voelt die wereld ook, al, al die characters. Echt, en, ja. um, en, en dus heb ik iets minder die band of zo met die, met die characters. Mm -hmm. En dus geniet ik ook iets minder van die social links. Van die social links ja, inderdaad. Ja, 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 dan ja, ja. in bijvoorbeeld de laatste persoon. En die maar je dan, heb je dan ook niet het gevoel van... Daardoor voelt het in deze game, in, in, in Metaphor... voelt het juist een beetje als een verplicht kwaad. En eigenlijk had je het een beetje uit kunnen laten zelfs. Om die game nog meer te stroomlijnen dan. Richting het verhaal en de epiek. En de... Mm. Of zei dat er ook weer, ja Nee, nee. Want ik vind het wel echt een add-on, zeg maar, voor de game. Maar dat, dat, dat komt bij mij gewoon voort uit het, uit het persona-gevoel, zeg maar. Anderson. Voor mij is okay. het echt persona 2.0. Ja. Nee, maar en zo voelt het ook. Ik snap alleen niet hoe dat... Ik snap niet dat iedereen het echt zegt van dit is de game van, de, game van het jaar en niks heeft zo'n impact gehad op mij als, als dit. Ik heb zoiets van, oké, okay, uh, dat kan, maar het voelt als, als Persona 2.0. En is er wel nog iets qua mechanics bijvoorbeeld, wat ik na tien uur spelen, wat er nog bij komt, dat het echt mechanically heel tof maakt of zo? Geen grote veranderingen. Nee. Het zijn voornamelijk verhaalontwikkelingen. Ja, en, en die archetypes en, en zo. Dat, dat, die, dat, ja, oké. Okay, ja, ja, dat gaat wel los. Ja. 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 Hmm. Hmm. Ja, hmm. en ik, ik ben het tot op zekere hoogte met een je eens. Ik vind het namelijk ook niet de Game of the Year. Mm -hmm. Ik vind het zelfs niet de JRPG of the Year. Is dat Rebirth? Dat uh, is ook niet Rebirth. Oh, oh. Wat? <laughs> ik heb jou nooit zo verbaasd te in kijken inderdaad. Dat yeah. is Infinite Wealth. <laughs> hey, my boy. Ja, zeker. <laughs> ja, <laughs> zeker. Ja, like ja, dragon. 100%. Ja, Dat is, uh, is voor mij de Game of the Year. Eens. En uh, ook de JRPG dus of the Year. Ja, eens. Oh, um, dude weet jullie dat ik het ooit eerder zo eens met jou ben geweest over de Coty? Dat weet ik ook niet. Ja, nee, dat staat bij <laughs> mij op één. Uh, ja, ja, ja. Ja, ja, bij mij dus ook. Ja. Uh, dat, dat, dat vond ik echt fantastisch. Ja. Um, en ik vind Metafor heel erg tof. Uh, ik vind het Persona 2.0. Uh, er zijn bepaalde dingen die ik minder leuk vind dan in Persona. Maar over het algemeen vind ik het vetter dan Persona. Okay. Dus uh, holy fuck, voor mij, voor mijn part, mag Persona nu wegvallen, zeg maar. En we gaan verder met metafoor. Met, met, met metafoor, ja, uh, ja, 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 ja. Dus ja, ja. Dus, ja ik, ben, ik ben fan. Het enige is: en dat moet ik er toch even insmijten. Waarom is dit een PlayStation 3-game? Qua, qua, hell, qua techniek. En, ja, en Wat vind jij ervan? Want, want Florian, dat is een beetje een soort van fijnproef. Een beetje zo'n zo pijper ook in de maar Zeker. Absoluut. Maar, 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 maar stort het jou ook? Um, niet zoals het hem stort. De, 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 de technische kant stort mij niet. En bij mij is het echt het de design. Ik vind het heel mooi. Hm. Um, in principe wel qua design. Maar de game is al, zeker... In, in ieder geval in de eerste tien uur... Het is zo gigantisch achterlijk bruin. Die ja. hele stad is bruin. Ja. De gebieden zijn bruin. De grotten zijn bruin. De hele ja. game is fucking poepbruin. Dat, dat, dat wordt wel beter. Geworden. Ik hoop het. Maar het, het, het begin is inderdaad wel. erg... Dat moet ik wel. Maar de ja. hele game is tot nu toe bruin. Ja. Um, ook uh, heel erg clichématig. Zoals de hoofdrolspeler is een dude met blauw haar. Ziet eruit alsof je uit Fire Emblem komt, basically. Like, het zou letterlijk een Fire Emblem-personage kunnen zijn. Klopt. Um, <laughs> de design van de monsters vind ik dan wel weer heel erg tof. He like, sure? Misschien nog wel gekker dan in Shin Megami Tensei. Wat heel erg demon-mythologie was. Mm -hmm. Hier is het echt gewoon... Kippen met een zwaard die uit de reed komt. Te is het, is, het is heel ja. lijp, dat vind ja. ik super leuk. Um, maar ik, ik ben het tegenover zelf voor jou als het gaat om, om, om tech. Als het lekker draait, boeit het me niet. Of maar het draait ter, het voor of, meter. Ik bedoel, een van mijn, een van mijn top 10 games van het jaar is, is Earth Defense World World Brothers 2. Dat is een Voxel-game. Okay. Oké, okay. te... okay. you don't care. I hey, don't okay, care. Ik denk ook, ik, jouw probleem is niet echt meer net hoe het eruit ziet, maar gaat meer om Leiden. hoe het draait, toch? Leiden. Rijd maar, maar okay, draaij, je niet ik, lekker binnen? Ik, 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 ik noem het een PlayStation 3 game. Uh, maar het is een PlayStation 4 game. Die ik dus speel op de PlayStation yeah. 5. Yeah. En nog is die framerate kut. En, en dus moet ik straks naar een PS5 Pro om een PS4 game in 60 FPS te spelen. Ja, ik vind het wel ja, grappig, want helemaal. Samuel, die kijkt, als jij zegt de framerate is kut. Ik ja. denk even van hé, welke ja. game heb jij gespeeld? Ja. Is dat later in de game of zo? Wordt het gekker dan of zo? Want ik heb It's de eerste 10 nee. uur heb ik alleen maar gewoon. Nee. Nee, het is wel grappig. Ik ga niet tegen je in. Zet het een beetje in perspectief. Ja, Maar het is Dat jij normaal uit je nek lult. Maar het is ook een turn-based game. Super high frame rate is niet belangrijk voor. Nee, nee, in de battles boeit ook niet. Maar als je rondloopt, of het nou in een dungeon is of in de stad of. Als je de camera. Dat vind ik op 60 fps. Om even terug te komen op Infinite World. Dit is heel grappig, mijn vrouw die haar boeit de techniek terecht niet weet je zij weet het verschil ze weet niet wat frame rate is ze weet niet wat het verschil is tussen 4k en 1080p ze weet het nu wel want ze hoort mij er heel veel over lullen maar wij hebben een, een 65 inch OLED in de huiskamer met mm -hmm. 120 refresh rate um, en we hebben in de slaapkamer hebben we een, een led die 50 of 60 hertz is okay. zeg maar ja. um, en zij houdt ook heel erg van de jacuzzi games zij houdt ook echt van Infinite wealth maar dat is een jrpg waarbij je ook goed knoppen moet drukken moet timen yep. om te verdedigen en dat soort shit yep. en als zij dan op de, in de huiskamer een dag gespeeld heeft en ze gaat vervolgens verder gamen in de slaapkamer, Oef. dan merkt ze dat die timing of is. Dan kan ze opeens niet meer zo strak. Uh... Staat Game mode wel ook aan in die andere tv? Geen idee. Hm. Maar ik, ik vind het gewoon, ik wel een grappig voorbeeld van hoe het daar wel echt Dezis. uitmaakt. weet je? Want dat ja. zijn games die, waarbij timing en vingervlugheid zijn belangrijk. Maar heel veel mensen ja. die casual gamen, die ja. hebben geen idee wat een, wat een goed paneel voor verschil kan maken. Oh, gigantisch. Ik speel dan ja. Rocket League met vrienden. En, ja. Een van die gasten die, die 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 zegt op een gegeven moment ja ik ga het denk ik een andere tv kopen. Ik zeg nou dan moet je deze kopen. Mm -hmm. En hij speelt gewoon echt letterlijk een week later is hij gewoon twee keer zo goed. Het yep. yep. is echt zo van er is gewoon dag en nacht verschil hoe <laughs> goed die gast speelt met een ander paneel. Soms is, echt... is het het verschil tussen kan je reageren of moet je anticiperen. Ja. En dat is best een groot verschil in competitiegames. Zeker in, games. in een game inderdaad als Rocket League. Ja. En hij had het zelf ja. niet enfin, eens, game. Hij, ja. hij had het zelf niet eens echt zo door. Ik zeg maar, Steven, weet je hoeveel beter je bent geworden sinds je nieuwe tv hebt? Ja, 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 zou kunnen. <laughs> hij is gewoon twee keer zo goed. <laughs> <laughs> ja, ja, wow. um, Oké, okay, volgende vraag. Um, van Maarten, die zegt: uh, Hey guys, fijne Pauwpraat weer. Voor mij was, vorige keer hadden we het over games die we als kind nooit echt uit hebben gespeeld. Mm -hmm. um, dat was een leuke vraag. En hij zegt: Voor mij was Keen en, en of ander ruimtekereltje in een platformer game. Op de PC zo'n game waar ik uren in stopte en nooit heb uitgespeeld. Commander Keen. Commander van Keen, ja. software, volgens mij zelfs. Een... Ja. Of nee, nee, het is niet It software. Nee. Was, uh, van Epic, toch? Uh, 3D Realms, die later Duke Nukem ging maken, is dat volgens mij. Oh. Of Apo Apogee, sorry. Apo Apogee, inderdaad. Apogee, Apogee. Ja, ja. Ja. Uh, net als Earthworm Jim. Oh, die Oeh, was ook heel moeilijk, 2. inderdaad. Ja, ja. Ja. Die was pittig, ja. Nu toch stiekem aan het uitkijken naar de nieuwe Dragon Age. Vond de vorige delen, toen Bioware nog van bepaalde waarde was, echt heel tof. Ondanks de kritiek hoop ik toch op een oldschool Bioware singleplayer. Groeten en ga zo door. Uh, PS, wat kan ik stemmen op jullie podcast? Podcastawards.nl, maar ja, ik heb het al opgegeven, denk ik. Um, oh oh jee. <laughs> Concurrentie is zwaar. Oh, ja, ja, ja. Volgens mij is er maar één. De, 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 de een met de meeste stemmen die gaat winnen. De ja. publieksprijs en de ja. rest. Uh, we zijn niet genomineerd voor oh, de rest. Ja. Uh, maar leuk, uh, Commander Keen. Ik heb het veel gespeeld ja, vroeger. Zeker. Ja. Ja. En uh, Captain comic ook heel veel gespeeld. Iemand ja. die had ook uh, een Mind Game. Uh, ik wist de titel niet. Uh, iemand die zei: Is het Monster Boy in, in, in Monster World of zo? Uh, en dat klopt inderdaad. dat was die game. Dat is een. Wonder Boy ja. in ja, Wonder Monster Boy, World. Boy, ja, 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 zeker. Ja, ja, ja. Dat is Wonder Boy 3 volgens ja. mij zelfs. World, ja. Vroeger speelde ik een game en het was een, een, een RPG-achtige ja. game en hij had een panfluit. Ja. Uh, en je moest bepaalde riedeltjes doen en ik was, gewoon, ik was te jong. Ik, ik kon dat riedeltje niet doen, dus ik uh -huh. kwam ik niet verder. En dan heb ik letterlijk gewoon met mijn moeder die riedeltjes lopen doen met oh, die panfluit. Ja, was leuk. Maar ik, ik wist de titel niet meer. Trouwens, maar iemand die zei het. De Commander Keen Games, die, dat waren de eerste games die mij een liefde gaven voor pogo sticks in games. Oh, wat fuck ja volgens mij kon je in die game namelijk pogo op zo'n in Commander Team. Ja 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 ja, ja 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 en en dat vond ik zo'n vette mechanic want het voelde echt de, de hoe zeg ik dat de het momentum van die pogo stick voelde heel realistisch voor zo'n voor zo'n tweede game. ja ja um, en daardoor had ik zoiets van... Wow, ik had nog nooit zoiets meegemaakt en H later dan in Worms weet je dat je met die touw dat je ook best oh, had, die, die realistische realistische physics ik ik kan me er nog herinneren dat het echt Keen is de eerste game waardoor ik zoiets had van... oh, realistische physics, dat voelt wel heel tof of zo. Weet je, dat ja. Ja. ja, sick. En Pogo Stuck, heb je dat gespeeld? Welke? Pogo Stuck? Nee. Nee? Oh, dat is verschrikkelijk. Nu moet je even onthouden. Pogo Stuck. Ik ga nu Pogo Stuck. Po ja. Pogo stuck. Ja. Um, Klinkt gemeen. Dus I like me. it. Pogo Stik houdt dan... Uh, ja, zeker. Dan ben je bedoel. helemaal gek. Pogo <laughs> Stuck. Mm. Oké. Okay. Bewaakconcept. Oké. Okay. Um, maar uh, dankjewel voor je comment, Maarten. Um, had jij nog een game die je als kind nooit uit kon spelen? Oh, zat, man. Ik bedoel, ik ben opgegroeid met de NES. En de NES, dat was echt arcade level ja. moeilijk, vaak. Ja. Um, de latere games niet. Dan kreeg ik, toen kreeg je games als Kirby, en die waren juist best wel makkelijk en leuk om uit te spelen. Um, Shadow Warrior, oftewel de eerste een oh, Ninja guy*, ja, maar die, die was, was echt zo... fucking moeilijk. Weet je, was ook echt een game dat als je dan net als in, in de eerste Castlevania. dan wil die over een afgrond springen en dan werd je dan geraakt door een vogel en dan weet je. Uh, oh. Dus die heb ik nooit <laughs> uitgespeeld. Um, wij hebben heel lang geleden voor een soort retro. Mission libriek, Impossible. Ja. Fucking vette game die heb ik ook nooit uitgespeeld Ik ben volgens mij nooit voorbij level 5 gekomen en dat was best wel fair. Uh, oh ja, legendarische NES game. Een van de eerste games die ik ooit speelde met zo'n schuin uh, isometrisch perspectief. Ja. Um... Hoe heet die game ook weer? Op de voorkant, een hele iconische cover. Zie je zo'n soort magische dude met een blote borst en een staf? En die, ah, die staat zo te schreeuwen. Solstice! 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 Het is een. Nee, het is best wel iconische NES-game. Je speelt een soort van magische dude. En je moet dan door levels heen, maar je moet dan ja. met het over spreuken. Moet je dan weer platformpjes bouwen? Weet ik veel wat. Maar super lastig, heel uniek. Oh, ik krijg zin om het te spelen. Het is een <laughs> hele. Echt esthetisch, heel. Um, Nooit een remake van geweest of zo? Of nee, remaster, nee, Solstice. Ja, oh, als zegt ik... me wel wat. Ja. Maar. Nou, het is best wel een bekende soort van bekende woord okay. of zich wel. Maar... Oh. Ja. We, Oké. Okay, misschien andere games. Ook. Nou. Ja. Niet ja. Goed. Maar uh, het is wel grappig wat Maarten het heeft over uh, Dragon Age: uh, The Veilguard. Ik had al met. Ik heb eigenlijk het hele jaar al het gevoel van dit wordt echt uh, niks. En uh, er is wel het een en ander gaand. <laughs> het is best wel. Het is bijna grappig om te zien dat er, uh, niemand in Nederland heeft een reviewcode gekregen. Mm -hmm. Dat is oh ja, meestal dat is al een red flag. Een dus wij hebben ook eh, geen reviewcode gekregen. En het schijnt zelfs zo te zijn dat er bepaalde reviewers. die wel een code hebben gekregen. dat dat een soort van best wel makkelijk uit te zoeken is. dat die voor de preview juist enthousiast waren. En de mensen die niet enthousiast oh. waren. die hebben juist geen reviewcode gekregen. Oh, die dus heeft lekker cherrypicken, zeg maar. Ja, dit is echt, uh, echt nasty hoor. Maar vies, uh, ja, ik zou heeft zeggen. niemand in Nederland een reviewcode gehad? Niemand. Wow. En voor zo'n lange game is het natuurlijk... op het moment dat die uitkomt... Ja, dan, dan moet je wel echt even hard aan de bak. Ja, dan een game die zeker iets uh, van 50 uur duurt. Yeah. Ja, minimaal. Dat is een dus, review in maar, ik, ik review. zie online wel waar de ophef over is. Ik denk dat ik, dat, ik, denk dat ik wel snap waarom ze die reviewcodes hebben gegeven. Ik, ja, ik, weet, ik, ik, heb verder niet, ik ben verder niet echt ingedoken. Maar ik vind vooral het stijltje... Waarvan ik denk van ja, ja mm, ik vind het niet echt heel erg. Ik, vind... ik wil nu niet politiek gaan doen in deze podcast, maar wat ik heb gezien, en daar zijn heel veel mensen boos over. Ja, als je aan het begin je personage maakt, je kan hem transgender maken, prima. Maar blijkbaar als je hem transgender maakt, kan je dialoogopties krijgen die je niet kan krijgen als je man of vrouw kiest. En daar zijn mensen heel pissed over. Oh, serieus? Ja, je krijgt als transgender oh. character krijg je unieke dialoogopties options. En daar hebben mensen iets van dat jullie willen ons nu pushen om dat te kiezen ofzo. Ja, oké, okay, maar dat kan natuurlijk ook ja. een beetje, ja, beetje met dialogue zijn. Ik, 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 ben, ik ben geen Dragon Age fan, dus ik, ik weet niet of dat. Nou ja, ja. ik vind Dragon Age, eh, ik vond Dragon Age Inquisition best wel een, best wel een toffe game. Um, maar ja, ik heb gewoon bij alles wat veel guard me laat zien, dan denk ik van. Hmm, ik, ik, ik weet niet. Ik, ik vind juist. Inquisition vond ik juist best wel een soort van gritty. Was niet extreem gritty, maar had wel een beetje een soort van uh, duister tintje. En dat, dit stijltje heeft... Is iets meer Fortnite, hè? Ja, ja, het heeft veel meer iets... Ja, <laughs> ja, ja, wat waarvan zo. ik denk van, oké, okay, maakt toch geen toch reet uit. Ze zien eruit als een soort van uh, cartoony... Uh. Het is wel iets meer cartoony. Uh. Ja. ja, dus nou goed, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd wie je voor ons gaat reviewen. Maar cartoony op zo'n... Zo uh, um, beetje standaard manier of zo. Het is, ja. niet, het is niet stilistisch heel uitgesproken of zo. Uh. Ja, weet je... Het doet me een beetje denken aan... Als je zeg maar Dragon Age pakt en dan... In AI invoert en dan zegt van ja. maak het oh, iets meer Fortnite. Ja, maak ja, het exact, iets meer Fortnite. Exact. Ja, 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 ja. <laughs> oké. Okay. En zo ja, ziet ja, ja, ja. het eruit en dan denk ik van ja, oké, okay, maar mm, het, ik, het het feit met bij totaal niet. Maar voor hetzelfde geld kan de game gewoon wel, uh, wel tof zijn. Maar ik, ik heb er uh, tot nu toe niet echt vertrouwen in. Ik ben benieuwd wie hem voor ons ons gaat reviewen, ja. maar het gaat nog wel even duren oh, voordat je cijfer gaat kijken. Niemand is er nog aan de review nu? Uh, nee. Volgens mij komt die. Nog niet uit, of wel? Of is oh, hij net uit? uit? Ja, volgens mij is hij net uit. Volgens dus mij is hij is net nog... uit, toch? Ja. Ja. maar ik was echt sinds gisteren of eergisteren zie ik heel veel mensen erover posten. Volgens mij ook, ja. Ja, ja volgens mij is het embargo net gelift, maar... Ah, okay, okay. Uh... Oh, dat zou ook kunnen, ja. Hmm. ja hij komt vandaag uit. Dus, en wij nemen een dag van tevoren op, dus ja. Ja, hij is ja. nog niet uit. Oké. Oké. Wauw, ja. Um... Over Fortnite gesproken. Hebben jullie gezien dat uh, er in Fortnite nu een soort van... Kamala en uh, Harris oh, van stad is in Fortnite als een soort van. Het ja, is een, een soort van wave race achtige modus ja, of zo. Ja, ja, ja. Time out. Wat? Ik zag mensen opeens in Fortnite. Kan je nu naar een stad waar overal ja. dan wordt gepromoot met. Kamala Harris wordt, moet, je, moet ja, ja, president ja, okay. worden en zo. En dan kan je dan in rondlopen. En een soort, soort New York achtig oh, wow, president. Die, die Amerikaanse <laughs> ja. politiek is zo'n ja, shit show. Echt gewoon. Vol al, ja. Volgens mij, de, je bent er echt gewoon fucked. Als je gewoon een normale, sane persoon bent en wilt stemmen ja. op iemand. Die, die scène is dat, is gewoon niet te doen. Nee, nee, nee. nee klopt, oké. super r die die heeft een vraag, en uh, misschien r. kunnen wij hem helpen. Hij zegt Hard hey, power r. guys. Ik zit al een tijdje te denken wat ik moet spelen. Zouden jullie mij kunnen helpen? Ik heb dead cells 3000 keer uitgespeeld. Oh, ja. Hades kon kom alleen niet pakken. Wel geprobeerd. Ja. Games als Battle Block Theater en Castle Crashes vond ik ook geweldig. Oké, okay, yeah. Alleen konden andere games van die developer me ook niet krijgen. Mm. Verder speel ik dagelijks een potje Fortnite, dus daar hou ik ook wel van. Thanks, Pauwbazen, voor een antwoord. Ga zo door. Oké, okay, um, dus hij houdt van Castle Crashers, wat best een toffe coöperatieve uh, beat'em is. En dan hij houdt ook van Dead Cells, wat een... Best wel action forward Metroidvania is. Dus ook met vrij complexe combats Dus hij houdt van een leuke combat. Hij houdt ja. van 2D combat. Um, wat voor mij echt een verrassing was dit jaar. En hij krijgt een beetje matige cijfers... 7 en zo. Maar ik vond hem heel vet. Slave Zero X. Oké. Okay. Zoek maar even op. Het is een PlayStation 5 game. Okay. En PC. Um, het is een 2D beat'em up. Maar met 3D achtergronden. Die ook echt meedraaien en zo. Het ziet er super sick uit. Okay. En het is een vervolg of eigenlijk een prequel... op een hele obscure Dreamcast game. Wat een shooter was. Dus... De, huh? Ja, ja, ja. De, Wait, de, de Dreamcast game was een mech shooter. Dat je in zo'n robot yeah, 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 zit en yeah, yeah, yeah. schiet third person. Maar Slave Zero <coughs> X, de prequel... is een 2D beat'em up. Yeah. Um, met 3D achtergronden. Voor de PlayStation 5. Maar ik, ik, wow. ik vind het geweldig. Okay. Okay. Uh, Combat is heel erg tof. Um, dus het, het zit een beetje tussen Castle Crashers en. Um, uh, Dead Cells in. Qua, qua gameplay. Het heeft niet de de de, 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 de. de. de genre ook weer van Dead Cells. Uh, als je doodgaat, permadeath en dat soort dingen. Um, oh, uh, roguelite. Roguelite, roguelike. Ja. Het, het heeft oh, sorry, niet ja. dus die roguelike um, addiction factor... maar het spelt wel als een tiet... scene voor je, Slave Zero? Is. Ja, mijn internet vliegt er weer eens even oh, uit. Okay. Uh. Maar sowieso visueel heel uniek... vanwege die combinatie van 2D sprites en 3D achtergronden. Mm -hmm. um, ja, nou, dat, dat kan ik aanraden... ook als je iets heel erg unieks wilt, maar... Voor de rest, ja, het is een heel, heel hele specifieke smaak die hij heeft. Misschien ook. Er zijn een paar hele goede Metroidvanias uitgekomen. Ook maar met, ja. Ja, Ori is denk ik ook wel iets wat, uh, wat hem. Dan, die komt het ook wel uh, echt tof. Ja, zeker. Al, heeft die, al is hij niet heel erg Combat Forward. Nee. nee, dat is waar. Uh, en dat leek wel in al zijn games zitten, maar het is een hele goede Metroidvania. Uh, er is een Wat vond jij van Guacamelee? Want uh, dat vond ja, ik oh ja. heel tof. Ja, ik, ik, bij mij ja. 5 die totaal niet. Dat maar... was echt zo'n uh, Vita-game. Ik, uh, ja, ja, ja. ik heb dood doodspeeld oh op de Vita. Um, Oh, misschien ook Prince of Persia The Lost Crown. Eindelijk oh, een goede ja. Ubisoft-game. Ja, 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 uh, die studio tof... is, uh, ja. is gedisband. Wow, wow. Ja, ja, ja fuck, gaat helemaal nergens over. Eindelijk brengt Ubisoft de vette game uit. Maar ja. volgens mij gaan ze nu aan de slag met de nieuwe Rayman. Oh, dat is leuk. Rayman is ook. Um, maar ja, dus Prince of Persia, uh, Slave Zero X, um, Ori en uh, een andere Metroidvania die dit jaar uitkwam, die ik ook best wel tof vind, is Gestalt. Gestalt? Gestalt, heet het ja. Uh, okay. iets met cinder, gestalt, dubbele punt steam en cinder of zoiets anyway, anyway. okay. um, maar dat, daar kan hij even naar kijken dus dat zijn mijn uh, professionele tips top, ik heb okay. geen tips nee. dus uh, we zijn <laughs> snel klaar nou, ik denk dat hij hier wel mee uit de, uit de voeten kan man. Ja. Ja, man. ja, dankjewel Sam yep. um, even kijken Jeffrey die zegt uh, wat is voor jullie, dat is ook een hele leuke vraag wat voor, dat komt al die, al die vragen komen van Spotify is gewoon, oh, uh, ja, het zijn nice. allemaal intelligente mensen daar Um, Jeffrey die zegt: tegenstelling... ja, Ze luisteren ja, naar Joe Top. Rogan als hij op Spotify zit. Oh, mm, mm. Wat is voor jullie game muziek die altijd bij is gebleven? Ja. Zo heb ik vaak genoeg vroeger als klein snotjoch de Stereo op 100 geblazen. Met de intro van Battletoads in Battle Maniacs ja, op de maar snes. Ja, 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 ja. En dan die, die irritante intro van, van Coolspot op de snes. Waar mijn broertje zo los op ging. Coolspot. Weet je, weet, je, weet je wat Coolspot is? Nee. Ken jullie Seven up Het merk, Seven ja, up ja, ja. In het logo zit een rode stip. Ja, ja. Daar hebben ze een personage omheen gebouwd, Coolspot. Really? Ik maak maar geen Seven geld. up had Fido Dido. Ja, dat, ja, ja inderdaad. Het ja, maar Fido Dido, Dido inderdaad. Dido, Dido, die inderdaad. had ook zijn eigen game, een Mega Drive game volgens mij. Maar hmm. Coolspot is het, uh, het rode stipje oh, van... Anyways, ga terug. Wat? Oké, maar jeetje, de muziek van Death's Door, man. Heerlijk en ook de sounds van Zelda, Mario, Final ja, Fantasy, ja, ja, allemaal ja, ja. genieten. Oké, okay. game muziek die altijd bij is gebleven. Final Fantasy 7. ja, echt, echt holy ja, shit. Gewoon. ben jij ook wel eens naar zo'n live voorstelling geweest? Ja, met zo'n, ik ga er binnenkort uh, naartoe. We hebben mij ook een verjaardag uh, gegeven, vele malen uh, bij concerten geweest. Ik wil ook Fantasy. even een tip geven: uh, ten, sowieso alle castlevania soundtracks? ook. in Castlevania is de enige die, denk ik, jazz rock... Pop zo uniek mengt en er dan ook gewoon grote sausje aan toevoegt. Ja. Dus al die soundtracks zijn superleuk. Oh, okay. um, echt heel erg memorabel ook. Maar um, de Guilty Gear Fighting Games, die heb ik in eerste instantie ontdekt. Echt early 2000s. Niet eens zozeer vanwege gameplay, maar vanwege de muziek. De man die de, die de hele game serie bedacht heeft, Daisuke Ishiwatari, is namelijk ook een muzikant. En hij heeft ook alle muziek geschreven voor de games. Ondertussen niet meer, maar Guilty Gear, Guilty Gear X, Guilty Gear X2, uh, Strive, dat soort dingen. En die muziek is absurd goed. Het, het, zijn echt, het is muziek dat zeg maar: beetje power metal is. Dus ja. een beetje melodische gitaren, maar. Super iconisch, um, denk ik, uh, een van de hoofdrolspelers, Kai Kieske, dat is die witte dude, die heeft een theme genaamd Holy Orders, Be Just or Be Dead. En dat is een van de meest iconische metal tracks in gaming ever. Um, dus als je wat van wat zwaardere muziek houdt, zou ik zeggen, check de Guilty Gear soundtracks uit. Okay. Ook Blaze Blue, die Dysche heeft ook die muziek geschreven voor de eerste Blaze Blue games. En dat is ook echt super sick, uh, is iets, iets meer symfonischer. Ja, iedereen, iedereen die ik kent die metal vet vindt, als ik dat zich zeg, dat is super sick. Wat is dit? Ja, het is videogame muziek bro. En dan gaan ze altijd wat? Ja, maar echt. De soundtrack van Doom is ook echt fucking vet. Ja, fuck, ja, ja, dat is oh, echt zeker. wat meer ja. richting de death metal nu met die ja. moderne games. Maar ja, uh, ja super zwaar. Het gaat hard. Ja, het gaat heel hard. <laughs> ja. Maar ook, en het is uh, misschien niet echt telt het als game soundtrack, maar uh, de Goldeneye uh, ja, 64. iconisch. Ja. Dat is ook echt. Mm -hmm. ja. Alleen de startmuziek, joh. Echt holy shit. ja, ja en natuurlijk gewoon het James de, de James Bond soundtrack ja. maar op een gegeven moment heb je die, die bunker uh, ja. soundtrack die atmosferisch, is uh, ja, atmosferisch. Goed. En, uh, en Tony Hawk's Pro Skater ja, is, is ja. mij ook echt wel Al, maar dat vind ik wel vals spelen want dat zijn gelicenseerde nummers ja, ja nee, dus, nee zeker ja, nou, maar dat, met hetzelfde ja. geld voor ja. een Guitar Hero maar ja, omdat juist, het juist uh, het zijn wel allemaal of niet allemaal maar het zijn voor het algemeen echt hele goede uh, samengestelde soundtracks waardoor ik, je die die game krijgt daardoor wel een extra dimensie en een oh, speciaal plekje in hart. En het past perfect bij die subcultuur ook van zeker. Skier, dus het is, het is geweldig. Ik had het vroeger uh, heel erg... Maar ik, ik moest er ineens aan denken uh, met de eerste Wipeout. Oh ja. Want, oh, was, uh, oh, die techno... Uh, ja man, ja, Chemical hele, Brothers ja, en, heel en weet veel wat. En het was ja, natuurlijk ja, ja, ook ja. gewoon niet echt game muziek natuurlijk. Ja. Want het zijn ook gewoon gelicenseerde nummers. Maar die soundtrack was zo vet. En omdat... Het past ook heel goed bij de PlayStation brand. Omdat het altijd iets meer soort van technologisch ingestoken was of zo. Ja, maar, misschien wel ja. inderdaad. Maar ook omdat het was gewoon cd-kwaliteit. Ja. Uh, en dat, dat, was een, dat was een big deal, man. Uh, ik liep met bandjes te kutten en ineens was er een game die al die vette muziek... Ik was dat aan het blasten. Ja, terecht. Die muziek. Ja, ja, ja. Ja. Holy fuck. Ja. Maar het is wel grappig, want als je echt gewoon die gelicenseerde muziek hebt, het, het, het heeft, als het goed doet, heeft het echt een toegevoegde waarde. Want ik weet bijvoorbeeld Zeker, ja. dat, dat FIFA Road to the World Cup, die had echt een banger van een soundtrack. En dat het zit gewoon echt verankerd in mijn ziel. Een FIFA game wat een die, vette ja. sound. Uh, ja, nee, die had, staan, uh, yeah. die had die de game van um, I get knocked down hmm. but I get up again. Oh, maar ook wel gelicenseerde ja. tracks. Ja, nee, precies, maar omdat het gewoon zo goed oh, is. Oh, maar bro, Need for Speed Underground 1 en 2, ja, die hadden ja, ook zikke soundtracks, bro. bro. Ja. Ja. From the window ja. wall <laughs> to the wall. <laughs> to sweat to my balls. Ik wil nog even één lans breken ook überhaupt voor het fighting game genre. In zijn algemeenheid. Want wat zo vet is aan de muziek van het fighting game genre. is elke theme. hoort bij een karakter En elke. elk liedje moet dus. zonder woorden te gebruiken. Mm -hmm. iets zeggen over wie dat personage is. Mm -hmm. Weet je, is de chille dude. Is het een agressieve dude. Uit welk land komt hij. Dus je ziet dat inderdaad. Weet je, Mortal Kombat, Street, Street Fighter, Fighter. Weet ja. je, Guilty Gear. al die tekken ook. Al die games hebben ja. hele. hele. Sikke soundtracks. met ja. heel veel variatie. En. en um, je hebt een site OC Remix. kennen jullie dat nog? Nee. Ocremix.org. Dat is een website waarbij mensen gewoon remix, remixes kunnen uploaden van videogame muziek. Het is een geweldig soort van database van videogame muziek, maar voornamelijk ook user-generated uh, remixes. Voor de Xbox 360 toen de tijd was er een speciale versie uitgekomen van Street Fighter 2 met volledig nieuw getekende sprites. Oh, en toen hebben ze muziek gebruikt van OC Remix. Dus echt user-generated oh, remixes wow. van uh, voor die game. Um, maar zo zie je dat er ook zoveel liefde is voor, voor, voor gewoon dat genre. Het is niet echt de ja. genre, want het zijn allerlei soort genres. Maar fighting game muziek is gewoon Zeker. taptje. Ja. 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 Oké, okay. ja, echt een hele toffe vraag. Dankjewel, uh, Jeffrey. Goeie um, vraag. Ja. Heb jij um, Silent Hill 2 gespeeld, die remake? Nee. Jij? Nee. Oh. Want, nou dat ja, is goed. Vraag, nou, ja, ja, vorige, vorige keer had Simon <laughs> even aan de telefoon. Het ging over Silent Hill 2 en dat ja. hij het, oh, ja, hij vond het heel vet, perfect ja. vond. Uh, had wel wat pushback in de comments. Ik dacht van, uh, misschien heeft een van jullie hem gespeeld. Dan kunnen we er nog even inhoudelijk over hebben. Maar uh, nou ja, laat ik het toch maar even. Uh, nou ja, goed, we gaan Simon niet bellen. Dan, uh, want dan, dan ratelt hij weer een tien uh, minuten vol. En uh, <laughs> die hebben we niet. Uh, Christian die zegt: Die Simon is niet bepaald een kritische recensent te horen. Zo te horen, als hij Silent Hill 2 perfect noemt. Ik ben de game nu aan het spelen en vind hem echt gaaf. Maar er zijn vooral op technisch vlak toch wel wat gebreken die je echt niet kunt missen. Ook op het gebied van sfeer en character models ten opzichte van het origineel. Ik wil het een en ander zeggen. Lijkt me dat hij zijn ogen daar ook niet voor kan sluiten. Maar oké, okay. niet bepaald perfect dus. En ook Kiki die zegt: uh, Silent Hill minpunten. Langdradige gangetje, gangetje. Vind item van A naar B en C. Herhaal hetzelfde. Drie, drie vijanden talloze malen met slechte combat. Oh, Oké. Okay. Okay. <laughs> nou bij deze dan. Dat, dat hoor ik vaker, dus ook een van de redenen waarom ik het, die games niet speel, maar volgens mij mis je dan wel een beetje het punt, want het zijn het heel gaat erg om de sfeer en om de, ja. de, de, de tension die je voelt terwijl je gangetje gangetje. Uh, Precies, oppakken. ja. ja. Toch? En en het dus... is natuurlijk ook gewoon een oude game. Die ja, ze... het is een remake van ja. een van een old school game. En dus game. heb je ja. ook te maken met old school ja. level design en, en dat soort dingen, ondanks dat ze het wel hebben aangepast denk ik. Maar is het wel een game die jij nog wil gaan oppakken of? Nee. 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 Nee, ik ook niet. Nee, het is ja. wel echt een, een typisch genre voor bepaalde mensen dan ja, lijkt mij. Ja, ja. 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 Oké, okay, um, even kijken. Ja, we hadden het natuurlijk nog over um, de games die we uit wilden spelen. Biertje erbij had ook nog een mening over. Ik denk ik... Uh, ik zeg het ook maar even. Ik speel ook geregeld een game niet uit. Als de, me deze halverwege te moeilijk of te herhalend aan het worden is. En mijn gameplezier verdwijnt. Daardoor heb ik nog veel te veel games die ik wil spelen. Ga er niet tegen mijn plezier in iets dwangmatig uitspelen. Omdat het moet. Florian, niks moet. Ja, okay. niks moet. Van wie? Moet ik wel zeggen, ik vind. Het wordt te herhalend vind ik een betere reden om een game te droppen. Dan het wordt het te moeilijk. Want ik, ik zou zeggen. Dan is het juist uitdagend da, Dan begint het Dan De lol is. De, de emotie die je voelt en het plezier dat je voelt als je die overwinning dan haalt. Mm -hmm. Is vaak het punt. Ja. En dat is wel echt. Nou ja, dat hangt dus wel een beetje van de type gamer af. Ja, uiteraard. Ja, 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 ja. uiteraard. Maar ik, ik zou mensen wel willen aansporen om misschien toch nog even. Nog een keer extra te, pro te proberen, want het is echt de moeite waard. Ja. ja, laten we het hebben over wat we hebben gespeeld, want we hebben nog uh, genoeg te bespreken. Hebben we nog interessante dingen? Nou, ja, ik heb mijn kruid eigenlijk al een beetje verschoten, want het okay. was dus metafor. Oké. Okay. <laughs> ik wilde kijken wat de hype precies was. En uh, ik, nou, ik heb al laten ja. kijken dat ik de game wel tof vind. Ik bedoel, je kan rondvliegen op een zwaard, dat is leuk. <laughs> maar, Zeker. Uh, dat, dat is heel leuk. Zeker. Uh, maar ik, ik, ik voel hem nog niet helemaal. Uh, ik weet ook niet of ik verder ga spelen. Um, ik krijg er eigenlijk alleen maar weer zin door om Shin met Tensei 5 op te pakken. Ja, um, uh, maar ik, ik vertrouw dat die later heel erg vet wordt. Maar ja, ik, ik denk niet dat ja. ik nu op het punt in ben dat okay. ik weer voor een game waar ik niet zeker van ben, dat ik daar 50 uur in wil stoppen voordat die echt sick nee. wordt. Ik ben wel benieuwd uh, of je inderdaad een door gaat zetten. Misschien dat die nog een keertje gaat klimmen. Misschien, maar. misschien. Ja, ja. Um, maar, ja, ik denk, maar ik denk sowieso niet dat die Infinite Wealth van mij nummer 1 of trapte. Nee, nee, bij nee, mij dus, dus ook niet. Ja, nee. Nee, dus, ja. dat, dat vond ik echt zo, zo leuk. Dat Holy zet. shit. Ja. Hey, en jij dan, Florian? Uh, ja, ik ben uh, ook uh, inderdaad bezig geweest met metafor, metafoor. <laughs> uh, uh, daarnaast uh, ben ik ook flink bezig met uh, VR. Uh, het is een beetje jammer, want het is net voor mijn embargo. Maar ik ben een nieuwe VR-game aan het spelen waar ik. Uh, ...meningen over heb. Loop, loopt het embargo af wanneer meningen. dit gepubliceerd nee, wordt? Vallig? helaas. Oh. Um, dus ja, ik kan er gewoon niet zoveel over zeggen. Dus uh, de volgende keer... Maar goede meningen of slechte meningen? Ja, dat, 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 dat kan ik toch niet doen, man. <laughs> ja, weet, ik dan, weet ik veel ja. welke game jij speelt. Knipper twee keer. Ik uh, kom altijd uh, naar de redactie uh, met de auto... ...en dus niet met de trein uh, of met de tram... ...of met uh, de bus. Ah. Okay. En ik ging vroeger wow. altijd naar een hele vette technofeesten. Ja, 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 ik weet hem al. Ja, precies. Die game. Chert ja. weet het even niet, maar iedereen die, uh, die luistert en kijkt, die weet het wel. Ja, inclusief het Sam. Ja, ja, ja. Wat, in een uh, treintje? Half-life? Nee. <laughs> Wat? Ja, ja nee, dan kom je in een <laughs> Black Mesa binnen met dat uh, treintje. Ik weet ik veel. Hij zei Ja, goed. <laughs> Beat Saber. Nee, Pik. Nee, goed. Nee. Geen idee. Ja, hij heeft ik, uh, een ik, uh, op een uh, game die al uit is. Ik, ja. ik, <laughs> uh, ja. Daar kan ik het niet over okay. hebben. Waar ik het wel over kan hebben, um, uh, is uh, die Max Master. Dat had ik vorige keer al een beetje over. Die main character ben ik het er helemaal over uit nu. Uh, vind ik compleet inwisselbaar echt totaal niet boeiend. Uh, maar de game zelf, de gameplay is super leuk. Het is echt gewoon Astrobot in VR. Max Mustard. Ja, het, het doet me een beetje denken aan Dangerous Dave qua naam. Ja, Serious Sam? Ook ja, inderdaad. Ik vind het ook inderdaad een klote titel. Uh, die, die character. <laughs> Max Mastered. Ik weet echt, het echt ik er dat keer van hoor. Ja. De. Uh, maar de game is echt heel erg leuk. Uh, vermaak me er goed mee. Dat is hij dan... vergelijkbaar met die eerste VR Astrobot game? Ja, man. Want dat was heel erg leuk. Zeker. Ja. Uh, en dus, dit is ook heel erg leuk. Het mist wel een beetje natuurlijk dat, dat PlayStation Sausje, mm -hmm. dat, dat mm -hmm. magische. Um, en dus, die, wat ik zeg, die character is ook gewoon niet boeiend. Uh, maar de gameplay is heel erg leuk. Uh, waarin je dus inderdaad in 3D gewoon in VR met die character door de levels heen moet. Leuk. Uh, en daarnaast, en daar heb ik nu wat meer voorbeelden van gezien. En dat is wel echt heel erg tof, dat deed Astrobot ook niet. Um, je hebt natuurlijk gewoon die character onder de knoppen. Mm -hmm. Om het maar zo te zeggen. Maar je hebt ook nog steeds je handen in de game. Uh, en dus krijg je soms uh, bijvoorbeeld een. Het is niet echt een wapen, meer een tool. Dus bijvoorbeeld, je krijgt een, um, een, uh, een soort van blower, die blaast wind. Ja. En jij moet met die character over platformpjes heen springen. Juist. Maar die platformpjes die moet je op de goede plek zetten ja. met die windgun. Leuk. Dus Leuk. je bent. Leuk. Zeg maar... Daar hou ik van. Leuk. Die wereld ben je ja, aan het Ja, had het al een paar keer. Maar het is alleen maar je moet blazen in de mic trouwens. Ja, maar, precies. Ja, ja, ja. Zij doen het nog wat uitgebreider. Dus ja, vooral met boss battles zitten er een paar leuke dingen in. Je vet. hebt zo'n grappling hook waarmee je dingetjes moet doen. Terwijl je dus aan het gamen bent met die is Echt heel leuk gedaan. Ik heb nog nooit een grappling hook in een game tegengekomen die ik niet vet vond. Poeh, in de taart. Grappling hooks zijn altijd ja, is, per definitie goaded. Het is it, gewoon tool. altijd Oké, okay, la laat ik daar meteen uh, over, over doorgaan. Want uh, goed, Ma Max Master had ik vorige keer al over. Uh, waar ik wel eventjes over wil orakelen, ook over ja. VR-game, is Batman Arkham Shadow. Oh? Ho? Dankjewel, praat er even over. Want Lee? ik zag op Twitter zag ik een filmpje van. Hoe heet die acteur ook alweer? Die Frodo speelt in Lord of the Rings. Great. Oh, uh, uh, ja, Elijah. Elijah. Elijah Wood. Wood. Ja. Hij speelt blijkbaar Scarecrow. In, oh. in Batman Shadow. Okay. En door die tweet kwam ik erachter dat er een nieuwe Batman Arkham game is. So en toen liefde. keek ik de tweet eronder. Zag ik, iedereen zegt inderdaad van. Oh, vet. Ze maken een super vette nieuwe Batman Arkham game. die tien mensen gaan spelen, want ja. hij is voor VR. Ja. Hij is, hij is zelfs exclusief voor de Quest 3. Oh, wat? Echt, wow. echt mega niche in, in een mega niche. Wat? Ja, het, het, het slaat helemaal nergens op. Um, en, en ik dus wil een ook... nieuwe Batman Sh Arkham game. En hij is er en ik kan hem niet spelen. Nee. Ja, je kan hem spelen als je een Quest ja, 3 ja, hebt. Ja, nee, dat heb ik niet. Um, en je wil hier haast een Quest 3 voor aanschaffen. Het is zo so insane goed. Dit is dus gewoon... Oké, okay, uh, het is een, een, werkelijk een hele nieuwe Arkham game, inderdaad. Uh, en we hadden jaren geleden bij PlayStation we die tech-demo van Batman. Mm -hmm. uh, en daar kregen we een beetje een... Een beetje een Batcave, ja. Uh, een klein beetje het gevoel dat je in, uh, als Batman, zeg maar... Makes you uh, feel like Batman, precies. Uh, en nu inderdaad is het gewoon een full-fledged Arkham game. waarin je dus gewoon het pak van Batman aantrekt. Is, maar is, uh, het, is het echt waar, vergelijkbaar naast, naast Ar Arkham City? Uh, ja, man. Arkham Knight? Op ja, dat man. niveau gewoon. Ja. Ja. Maar, wat is, maar is, wat, wat is de actie? Wat is de actie? Verschillende dingen. Dus je hebt gewoon. Oké, okay, um, je hebt verschillende soorten battles. Je hebt, je hebt gewoon. Uh, brawling, om het maar even zo te ja. zeggen. Um, en dat werkt heel cool, omdat. Um, de game die. Uh, selecteert zeg maar een soort van een bad guy voor je, en dan zie je in beeld wat de beste actie is om die bad guy aan te pakken. Elke bad guy die heeft, zo zijn uh, beste manieren om hem om te pakken, zeg maar. En dus zie je in beeld: Hij uh, heeft een slechte knie, trap hem <laughs> uh, niet zo letterlijk, maar wel uh, geef mijn linkse hoek, geef mijn rechts okay, uh, yeah, yeah. Uh, of snel achter elkaar, uh, dat soort dingen. En... Terwijl je dat doet, staan er ook nog andere characters Juist. om je heen. Andere bad guys. Maar dat is heel en iconisch voor de. En die vallen guys. je ook aan. Juist. En dus moet je counteren terwijl je dat aan het doen bent. Ah, sick. Um, En het is een workout. Holy shit. Een fitness game. Het is bijna een fitness game, sick. inderdaad. Okay. Maar dan heel erg tof, want een fitness game. Ja. Give gives a shit? Uh, okay. Maar als Batman in ja. die game kon schoppen, dat is ja. heel tof. Nu niet Alfred, um, ik ben mijn kont aan het trainen. <laughs> en ook daar, want uh, daar kwam ik erop. Je hebt uiteraard, ook als Batman, heb je zo'n grappling hook. Uh, en die kan je ook gebruiken als je aan het brawlen bent. Want sommige gasten die hebben bijvoorbeeld een schild. Oh, let's go! En dan moet je hem... Uh, en dan, en, dan, en dan die schild, en dan doen ze een soort van... Duiken ze een beetje naar je toe? Nee. Zijn ze kwetsbaar? Kan je ze een, een vette uppercut geven? Um, maar je, je hebt ook bijvoorbeeld een soort van dash move waarin je heel snel achter de vijand komt te staan mm -hmm. en hem een choke kan doen of een, een, een map van achter kan geven. Dat soort dingen. Um, Bro. Je voelt je echt als Batman in die Arkham games. Het is gewoon zoals die games waren, maar nu dus in first person, in VR. Nu voel ik pas um, van. Me. Nu voel ik van me. En wat ik, wat ik heel mm. knap vind. Um, en, en dat, ik denk dat dit misschien wel de beste oplossing is die ik tot nu toe heb gezien. Het, het probleem in VR is, is dat je hebt nooit tegedruk hebt. Dus bijvoorbeeld in, in uh, een tennisgame. Uh, je hebt altijd een mismatch. Omdat je voelt nooit The die ball, bal tegen juist. jouw racket aan. En dus je dus, weet ook nooit hoe hard je slaapt. Dus je voelt ook niet je vuist tegen iemands gezicht. Aan exact. Doen, je, je, voelt, je bent aan het battlen. Ja, maar, ja, maar jouw ja. vuist gaat altijd door, of zo. Snap je een ja, beetje wat ik ja, bedoel? Je hebt nooit die, die tegendruk. En dus ze moeten op de een of andere manier in-game visueel moeten ze laten zien mm. dat je dus die, die, die connectie maakt, zeg maar. Weet je wel? Yeah. En dus wat, wat doen ze? En dat is heel clever. Elke keer als je dus iemand raakt en hem vol raakt, gaat hij even een fractie van een seconde in een slow mo En dus ah. heb je elke keer het gevoel van... Baf! Ah. Yes, ik Baf goed, 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 yes, goed. yes, ik Juist. heb hem! Baf! Yes, ik heb hem! en Dan kom je op een gegeven moment in een flow terecht en dare I say it, het lijkt af en toe een beetje op Beat Saber omdat je hebt allemaal die characters om je heen. En je bent aan het blokken en aan het, aan het ja, ja, ja. knallen. En ja, het is het spectaculair. Is het is echt heel vet. Um, maar dat is dus het, het stukje uh, Brawling. Je hebt ook nog stealth natuurlijk. Want yep. dat zit ook heel erg in die Arkham Games. En dat is ook super vet. Dan heb je een soort van X-ray vision. Uh, kan je door gebouwen heen kijken. weet ik fantasie. dan zie je de bad guys lopen. Die lopen met vette guns. En dus die moet je met stealth. Moet je die aanpakken. En nou komt. Het. Dit is ook echt een nerd momentje, jongen. Dus jij staat bovenop een, een hoog gebouw bijvoorbeeld. En je kijkt naar beneden. En daar lopen guards. Lopen rond ja, bijvoorbeeld. Ja. En op een gegeven moment heb je één guard. En dan weet je van oké, okay, die wordt nu niet gezien door de rest. Dus ik, ik kan ja, hem nu kan ik hem pakken. Dan spring jij dus van het gebouw af. En dan moet ik letterlijk mijn handen spreiden met die controllers, oh, nice. want dan ben ik dus ja. naar beneden aan het zwe zweven en kan ik echt zeg maar zo sturen naar die bad guy toe, vet. totdat ik daar ben druk op het knopje. Baf, ja. ah dat is echt, ja, joh. it like. never gets old, seriously nee. dat is echt oh, zo. Hoe erg is de nadruk op navigeren en platformen, Is dat ook een beetje? Ja, het zit, het zit er ook in, uh, ja. maar ook die puzzels die je in Arkham hebt, mm -hmm. die zitten erin. Um, ik ben niet zo thuis in het hele universum van Batman, dus vergeef me dit, maar die die bad guys, de red. King of zo of dat ja, Red Red, ja. een King. ja, uh, niet de Joker, dus want dat is mm -hmm. eigenlijk in al die al, uh, andere arken um, ja, en de Riddler. En is... de Riddler, inderdaad. Ja. Ja. Uh, maar er zitten wel ook dat soort puzzels in, waarin ik af en toe echt zat. Van ik, ik, ik weet van echt van gekkigheid nu niet wat ik moet doen, en daar heb ik echt een half uur vastgezeten. Uh, weet jij wel waar in de tijdlijn dit zich afspeelt ten opzichte van andere oh, games? Want, want Ark Arkham nee, Night eindigde wel een beetje, soort van, van ik weet, nee, ik weet het niet. Ik, okay, ik okay, weet het, okay, niet. Uh, het enige is, en en daar weet ik ook dus helemaal niet. Of niet helemaal de linkjes mee, zeg maar. Maar je speelt als Batman. Yeah. Maar je speelt ook een. Je speelt een soort van dubbelrol. Want je speelt ook een. Een, een soort van random bad guy. die dus zit opgesloten in die asylum. Mm -hmm. um, en dat speel je dus ook. Oh, wat vet. En ik. Nogmaals, ik weet niet helemaal. Want ik ben niet zo thuis in het hele Ho universum. Dus hoe heet hij, weet je wel? Vergeef het me. Ik, ik, ik weet het niet meer. Ik heb, ik heb hem ook nog niet zo ver gespeeld. Ik okay. ga hem doen voor VR-view. Ik heb er nu een uurtje vier in zitten of zo. Uh, en ik denk dat ik. Uh, dat best, wel, best wel aanzienlijk voor een VR-game, toch? Die zijn meestal niet zo lang. Dit is echt een full fledged uh, game. Ik denk zeker dat je hier twintig uur in kan pompen. Dit is, echt... dit, dit is echt gewoon een volledige game. En dit, dit en... blijft exclusief voor die. Uh, van... Ja, want dit is gewoon in samenwerking met Oculus Studios dat gedaan. Mean. Facebook die Facebook heeft hier gewoon. Ja, of meta. Dus het gaat nooit nodig. naar PlayStation VR 2. Nee, komen. ik ben bang niet van niet. Nee, nee. nee, ik ben bang van niet. En oh, dit is ja, wat ik zeg. Dit is, dit, is, dit, is, dit is misschien wel dit Is een emulator voor VR? Zodat je het op een beeldscherm kan spelen? That, nee, nee. Nou, ik weet bijvoorbeeld dat uh, Half-Life Alex uh, hebben ze een mod voor. Dat, oh, je, hem, dat je hem zonder VR kan spelen. Maar ik bedoel meer van: oké, okay, dat, oh. je, dat je zeg maar de, de MetaQuest-exclusieve uh, game emuleert op een andere VR-headset. Natuurlijk illegaal, maar ja, en ik, weet, en ik weet niet zo goed, er zullen vast ook manieren zijn, maar ik weet niet zo goed hoe je de game zeg maar van je headset naar je PC krijgt of zo nee, nee, om dat te delen. Oh, en... het is alleen op je headset. Ja, man, het is een Quest 3 exclusive. Oh, wat? Ja, daarom dus. De, oh, ik dacht het, je dat je het natuurlijk... nog alsnog op je PC aan moet nee, 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 oh. nee, 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 nee. En, en, en wow. dat is misschien nog wel het allerknapste hiervan. Het is dus inderdaad gewoon een, 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 een standalone headset, die Quest 3. En het ja. is gewoon heel, niet zo heel erg boeiend. Weet je, je pc is veel vetter. Ja. Um, maar deze game ziet eruit als de oude Arkham games. En dat was er, PlayStation 3 en ja. Xbox 360 games. Maar dan in een veel hogere resolutie en framerate. Um, maar het is echt zo'n volledige game. Broer. Ja, En ik weet niet of je het, of je het gezien hebt, maar uh, Arkham Knight ziet er nog steeds beter uit dan de gemiddelde game die nu uitkomt. Oh ja, Ja, die, oh, zeker. is absurd ja. mooi Zoals game. Zoals metaphor die... of zo. <laughs> dit is niet heel moeilijk. Bijvoorbeeld ja. inderdaad. Ja, ja, ja. Uh, dus ja, dit is echt. Uh... Is het een killer-app? Ja, het is, het is zelfs een killer VR-game. In het algemeen gewoon. Het, het, het komt richting Half-Life Alex dit. Sure. Wow. is Echt, <laughs> echt heel vet. Okay, okay. En die andere game die ik dus ook nu ook aan het spelen is. Pff, we worden verwend ineens als, als VR-liefhebbers. Mm. Mm. En dat is crazy, want we hebben echt maanden waarin ik ook echt, echt moet gaan zoeken zeg maar, voor VR-view. Weet je, Wat, wat is tof? Ja, um, en, en nu moet ik gewoon, ik moet letterlijk keuzes maken. Ja. Want we hebben ook bijvoorbeeld die, die remake van Arizona, Arizona Sunshine. Ja, ik waanzinnig, echt. Moet je ook hebben, is ook een must-have. Ja, uh, ik heb zelfs bij Simon, heb ik hem, hem een extra pagina gesmeekt voor die VR-view, want ik. Ik moet gewoon. Er zijn zoveel ja. vette VR games nees. Het is crazy. Hm. Nice. Ja. Klinkt goed, is, man. Ja, echt, uh, echt heel vet. VR nog gamers een, be nog, eating, nog yo. Nog een heel, heel klein laatste dingetje in Batman. En het zo'n klein detail dingetje, Ratel, maar, het, maar het is zo cool gedaan. Ik ben alleen maar jaloers. Je hebt natuurlijk die suit aan van Batman. Ja. Maar je hebt, je hebt, het is niet dat die hele game vol zit met spiegels. Snap je wat ik bedoel? Ik zou het dus, Ja, ja, ja. Natuurlijk heb je het idee dat je Batman bent, want je pakt die batarang en, en weet ik veel mm. wat. Maar, ja, en als je, onder, maar als je, je ziet het je, Als niet je echt. onder een ding doorgaat, dan blijven je oortjes hangen. Of zo, ja. <laughs> maar inderdaad, het soort van... dat. Dus als er een lamp achter jou is, yeah. en voor jou zie je dan jouw oh, schaduw. schaduw met oh, en dan zie je dus vet. met die puntjes. En ik heb... Iedere keer als het gebeurt dat ik denk... I'm Batman. Het yeah. is echt... I'm Batman. Man. Ja, I <laughs> ja, ja, ja. Ah, ik is Geweldig. Ah, ik ben oprecht jaloers. Ja, het is heel Maar heel ik, ik ben niet oh, nee. jaloers genoeg om er... Wat, hoeveel, hoeveel kost dat ding? 400 ja. euro? Oh ja, oké. Okay. 500, ja. ja. Uh, nee, want hij is niet... Oké. Okay. Um, quest 3, uh, hè? Kleine, kleine sidestep. Um, er is nu een Quest 3S. Uh, die is 330. Uh, als ik daar even over mag bitchen? Ja, graag. <laughs> um, Normaal gesproken, wij zijn eigenlijk gewend als er een S achter staat aan de slim, de Playstation, zeg maar. Ja. En dat je dan eigenlijk hetzelfde product krijgt in een Andere strakkere vormfactor. Ja. Um, en dus zou je denken, een Quest 3S is hetzelfde als de Quest 3, maar dan beter. Of lichter, ja, of, of comfortabeler, of weet ik wat. Ja, wat. Uh, maar dat is dus niet het geval. Uh, de Quest 3S is een flinke downgrade ten opzichte van de 3. Uh, de het qua internals. Uh, het enige wat het dus wel deelt, en daarom hebben ze die keuze gemaakt, denk ik, is de interne chip. Yeah. Die is hetzelfde. Maar de resolutie is lager. De uh, field of view is, is smaller. De uh. uh, lenzen zijn weer die old school Fernel-lenzen in plaats van die pancake-lenzen mm -hmm. die we nu hebben. Uh, het is echt een flinke downgrade ten opzichte van de drie. Maar je kan er en wel Batman Shadows op spelen. Of? Je kan er wel Batman op spelen. Maar ik zou zeggen, ik, ja. spaar ietsje meer door en kijk of je een 3 kan krijgen. Want dat is echt op alle manieren zoveel vetter dan een 3S. En dat, is, hmm. dat verwacht je niet bij de naam, zeg maar. Ja, Als je een 3S hoort, dan denk ja, je van, ja, ja, hey, ja, dat ja, is ja. van de nieuwe versie van de 3. Ja. Dus die moet mijn, ik hebben. Mijn eerste iPhone was een iPhone 3GS. Precies, uh, ja, 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 Apple ja. deed het ook inderdaad. Ja, ja. Um, ik weet niet zo goed of Apple ook alle interne hardware hetzelfde hield. Dat ja dat nee, was goed. gewoon Zelf het was je 3 g toen kreeg je 3GS precies uh, en die was 4, gewoon alleen kreeg kleiner 4 S nee het was echt echt gewoon een upgrade en alles hmm. het was gewoon de, de ja. het volgende model het tussenmodel zeg maar hmm. ja. right. nou ja, goed het, het geeft een beetje een een vertekend beeld of zo die naam ja het is een beetje dat je, je denkt oké dan, dan, dan wil ja. ik dus voor de nieuwe versie gaan dus dan ga ik voor de 3S Nee, je wil voor de oude. De S is een gaan. referentie naar Shadows. Nee, oh ja, precies. Ja, ja, precies. <laughs> ja, ik, 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 ik snap wel dat het een, een mindere versie is. Want really? Is, ja, omdat het doet me direct aan die Xbox Series S denken. Dat ik denk: van, uh. nee, maar het is, nee, maar het staat voor slim. Ja. PlayStation. Ja, oké. Okay. En dan is het toch dezelfde hardware in een kleinere. Ik ben, ja, ik, ik, mijn, mijn directe associatie met dat het een S is, van oké, okay, small, is uh, small S. versie, is ja. Xbox Series S. Ja. Nee, maar hij heeft wel gelijk ja. hoor. Je, voorheen is het meestal het geval eigenlijk. dat het voor dat, dat dat het het slim staat. Dat het apparaat, ja. van wat hij kan, dat het exact hetzelfde is ja. als, de, als okay, het grote broertje. Ja. Precies. Hm. Nou naja, ja, goed. Uh, ik, ik zou aanraden, gaan. Nou, voor shit, hem, ik bedenk me uh, nu net. De kleinere PlayStation 3 die had ook geen PlayStation 2 en 1 functionaliteit meer. Alleen die full fat places ja, Die klopt. had die Emotion Engine chip ja. erin zitten. Die heb ik nog steeds. Oh. Uh, die heb ik ook nog steeds, inderdaad. Maar ja. die werd er heel snel uitgehaald. Al ver voordat ja. de slim kwam. Ik gaat voor best wel veel geld op eBay ook nog. Zeker, ja. 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 Zeker als je hem op firmware 3.21 hebt. Want die heeft nog other oh. OS. Oh, En zo heb ik er nog eentje staan. En, uh, ja. Oh shit, dat wist ik niet. Goed, dat is heel erg neurend. Ja, ja. <laughs> en Nu wordt het interessant, jongen. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Ik uh, ben naar Londen geweest voor ja, Indiana man. Jones. Ja, man, vertel. Uh, Brand los. Nou, ten eerste, het was echt een klassieke in-en-out-burger-momentje, zeg maar. Van ik, maar, de, maar dat lag aan jezelf, toch? Nou ja, ze zeiden van, oké, okay, je <laughs> kan naar Londen voor Indiana Jones, uh, donderdag heen, vrijdag terug. Maar ik had vrijdagavond, uh, moest ik ergens anders zijn, Plannen. ik zei van ja, ik, ik, moet, uh, ik moet dan terug zijn. Ze zeiden, oké, okay, doen we donderdag heen en weer. Nou, dat had ook niet gehoeven. Ik wil gewoon, gewoon voor die avond weer terug zijn. Maar goed, uh, heen en weer. Ik ben zeven uh, uur uh, op de trein gestapt en ik kwam om twaalf uur 's nachts weer terug. Um, in de tussentijd de game gespeeld um, was in een heel vet gebouwd To Temple Place um, in Londen. Echt hartje Londen. Uh, naast de Thames. En het is een art gallery. Dus ik kwam daar binnen. Het is echt zo heel mooi aangekleed. Ik denk echt van, oh, dit zou echt een, een plek zijn waar de Nazis als eerste heen zouden <laughs> gaan. Om de boel leeg te roven. Het is belangrijk <laughs> in een <a> museum. <lacht> <lacht> dus uh, echt iets van uh, anderhalf uur uh, geluncht. En dat was, uh, was super lekker. En toen op een gegeven moment uh, iets van twee uur een demo uh, <laughs> gehad. En het was echt, uh, echt wel cool. Maar ik had, kijk, Indiana Jones. Ik denk dat heel veel mensen een soort van bedenkingen hebben... bij het first-person element, zeg maar. Ja, Want zeker. een adventure game op die manier spelen... het is niet echt een van de meest logische manieren om dat te doen. Maar ik heb altijd een beetje hetzelfde gehad... maar tegelijkertijd zegt mijn achterhoofd continu van... ja, maar het is machine games. Ja, precies. En machine games, uh, die mensen die daarachter zitten... die hebben bijvoorbeeld ook uh, Chronicles of Riddick gemaakt. Oh, ja. Uh, the Escape Darkness. from Butcher Bay, ja, dat is een goeie game. Ja, de, de, dat was uh, oorspronkelijk the darkness. nog een The wow. Darkness, ook yeah. nog inderdaad. En uh, de Wolfenstein games. Ja. En die zijn allemaal first person. Ja. En allemaal vertellen ze gewoon echt een heel sterk, sterk geschreven verhaal. Ja. Dus. Um, ik heb er altijd wel een soort van vertrouwen in gehad. Maar tegelijkertijd, weet je. Melee combat in first Precies. person. Ja, want dat waren wel allemaal shooters. En dat Juist. Is dat ja, niet. Juist. That's... Ja, de darkness had ook wel van die tentacles. Weet je oh, ja. die, dat mm -hmm. dat werkt. Maar dit is wel een wat ander beestje. Ehm. Mm um, maar laten we e eerst maar beginnen. Je start zeg maar al in, in Marshall College. Dus waar Indiana Jones werkt als professor. Um, en hij heeft daar natuurlijk ook uh, die Marcus Brody. Dat is zijn soort van, mm -hmm. ja, die curator van dat. Wat het is dan ook nog een soort van art gallery achtig in, in één. Ik weet niet precies hoe dat zit. Maar um, je begint eigenlijk met het begin, die demo. En, en ze dropte mij in drie verschillende levels eigenlijk. Dus uh, over de hele game... Genomen ongeveer. Mm -hmm. Dus um, ik start er in Marshall College. college en uh, daar is het, eigenlijk het begin van het verhaal. Wilden wilde jouw leerlingen jou neuken? Zoals in de, <laughs> zoals in de film ook. <laughs> uh, nou, je kan, dat is wel, het, het is wel grappig, want je, je krijgt ook wel even de tijd om daar rond te neuzen. En het, het ziet oh, er wel oh, echt. Neuzen. Neuzen. Het is avonds, het is, het is donker en het is uh, s'nachts en de, de, de hele boel is trash. Je krijgt wel de, de de ruimte om daar rond te, te kijken en, um, <laughs> en en dus kun, kun je allemaal verschillende um, bijvoorbeeld klaslokaal en dan zie je inderdaad een een, een noot van een meisje die zegt, van eh, ik wil dit en dat um, ja, ik wil dit ja en ja dat. ja dat is best wel een ding geweest in de films ja en maar maar zo kun je eigenlijk overal wel een beetje ja uh, een beetje de sfeer opsnuiven en dat okay. is wel heel erg fijn voor een Indiana Jones game yes. omdat het zich afspeelt in de jaren dertig en dat is voor mij voor mensen zeker tegenwoordig, is het als je, als je dat doet en ze willen het heel goed doen want ze hebben echt ontzettend veel research gestopt in het maken van uh, van, van, van uh, echt authentieke posters uit die tijd en, en, en borden en, en whatever. Al die details die zitten daarin. En zeker als je door Marshall College, het ziet er fantastisch uit. Je hebt echt het gevoel van, ik ben echt even een stapje terug in de tijd gegaan en het ziet er gewoon echt heel erg cool uit. Um, je je komt direct al in een, in een knokpartij terecht en dat is natuurlijk je eerste knokpartij en dat gaat waardeloos. Je wordt gigantisch afgemat natuurlijk. Um, daarna kom je in de Vaticaanstad terecht en dan kom je wat meer bij de core gameplay terecht. En dat is echt heel erg stealthy. Dus je moet uh, eigenlijk uh, continu een beetje sluipen, want... Op het moment dat er drie van die gasten op je afkomen... Ja, dan klopt. wordt het echt lastig, want je hebt ook een stemmende balk Je kan niet alleen maar heemakers blijven, blijven hmm. throwen, zeg maar. Dus je moet echt wel een beetje voorzichtig zijn. Dat vind ik wel grappig, want Indiana Jones in de films ook... hij is best wel fit, maar hij is niet de allerfitste. Hij blijft de nee, hij wordt ook best wel, wel vaak ja, gewoon ja, ja, gepakt, zeg maar. Ja, exact. En um, wat ik ook wel interessant vond... Wat die, die makers die zeggen dan van... oké, okay, er zitten natuurlijk guns in, want hoe... Zou het Derde Rijk niet echt werken zonder guns, zeg maar? Mm -hmm. Maar Indiana Jones is niet een scherpschutter. Mm -hmm. Dus het is niet een guy die echt super goed kan schieten. Bovendien, de jaren dertig, guns zijn ook gewoon niet echt. Het meest iconische Indiana Jones met alle tijden is wel een gun-moment. Ja, wat, wat, vind, uh, wat vind je het meest iconische moment? Uh, niet, niet wat het grappigste. Vooral het grappigste moment is, uh, en dat is. Dat heeft de acteur uh, Harrison Ford dat zelf aangevraagd. Want hij was die dag gigantisch ziek. Zijn op een gegeven moment zijn ze in Marokko. In de eerste film. In Raiders of the Last Ark. Ja. En dan worden ze achterna gezeten door de nazi's. Um, en dan uh, is hij Marion even kwijt. Is in die Marion ja. even kwijt. En dan kijkt hij om zich heen. En opeens gaat het publiek gaat aan de kant. En dan staat er een gast... Met een zwarte tulband en een gigantisch zwaard. Die staat. Ho, 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 en die staat in die uit te dagen. Ja, ja. ja, en in die, bedoelt, ja. zwetend en ziek. Ja. Kijkt hem aan: wat wil je nou? Hij ja. pakt ze kunnen, hij schiet hem dood. En hij ja. loopt door. Ja, 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 ja. Dus iconisch, hilarisch moment. Wat ja, niet eens, klopt. eigenlijk had hij echt een melee battle met hem moeten doen. Maar ja, hij was ziek, hij had geen zin <laughs> in. Dus hij kwam met die grap. Maar. Ja, het is een dus, hele leuke scène. Ja. ja, het is een hilarische scène. Ja. Maar hij, hij heeft wel. Je, een hebt ook, je hebt ook een revolver. Juist. Maar kijk, het leuke hier hieraan is. Ik, ik ben altijd wel een beetje fan van de wat meer stealthy-achtige games. Mm -hmm. Ik vind het wel. Uh, is, en zeker in deze game zou het geen sens maken om een soort van shooter te maken. Want nee. het, het is Indiana Jones. Mm -hmm. En um, gelukkig is het ook niet een soort van legers met naties die op je afkomen. Die, je moet er gewoon. Af en toe er een beetje doorheen sluipen. En uh, je komt natuurlijk in knokpartijen terecht. En het werkt best wel goed. Het is best wel leuk. Je kan blokken. Je hebt natuurlijk die stamina-balk. Je kunt, uh, je, kunt je, 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 ja, je slagen opladen, zeg maar. Zodat mm. je extra hard kan. Je hebt natuurlijk ook de, de, de onvermijdelijke. Buffy guys, zeg maar, die net even harder slaan en ook iets meer kunnen hebben en zo. Dat ja, is dus best wel leuk gedaan. Tot op een gegeven moment dacht ik in één keer van, oh fuck ja, yeah, ik heb een zweep, weet je wel. Dan komt er in één keer een gast met een, met een knuppel op je af. En dan kan je zo, ptsch, zo, dan haal hij die knuppel uit zijn uh, klauwen. Maar hetzelfde geldt voor wapens. En, um, Als we een badminton game doen, moeten ze echt zoiets doen, maar dan met een schild of zo. Ja, nou. Lekker <laughs> <Dat me> lijkt <laughs> goed idee, <laughs> En dan struikelen ze zo op je ja, af. Ja. En dan kun je zo ja, op ja, ja. um, Maar het leukste vond ik wel dat eigenlijk alle stomme gebruiksvoorwerpen. die rondslingen. Zoals een bezem. of een soort van. zo'n fireplace uh, poker. Zeg maar. Zeg maar. Ja, die kan je oppakken en die kun je, ah, en die leuk, kun je gebruiken. Leuk. En die hebben dan. Een, of een hark. of okay. Dat soort shit. Dus dat is heel erg leuk. En het, hetzelfde geldt natuurlijk ook voor geweren. Want ja, op een gegeven moment. Je hebt drie kogels of zo zitten erin. Je kunt niet echt reloaden. Nou ja, dan draai je hem gewoon om. En dan sla, sla je zo'n uh, natie op zijn okay. achterhoofd. Heel vaak als, als mensen games maken van een bestaande IP. Zoals een film. Hebben ze het heel vaak over. Ja, het is heel waarheidsgetrouw. We hebben het gedaan zoals film. Maar wat ze dan meestal bedoelen. Is de muziek zit erin. Of de likeness van de acteur ja. zit erin. Mm. Maar in dit geval beide. In dit ja. ja, Inderdaad. Maar dit soort dingen zijn veel belangrijker. Want inderdaad, als je. Ik, ik ben een gigantisch fan van Indiana Jones. Althans van de eerste drie films. Uh, we hebben het niet over de laatste twee. Um, uh, als je kijkt naar inderdaad hoe dat vechten eraan toe gaat. Dat is heel inderdaad paniekerig. En heel in improviserend. Ja. En pakken wat je dat pakken kan. Dat maakt het heel vermaakelijk. Weet je, juist, op een gegeven moment ja. in de derde film zit je in een kasteel met nazi's. En dan uh, Safari zit vastgebonden bij een soort open haard. En dan pak hij maar de poker even. Weet je gewoon. Ja, precies. Dat, ja, ja. Dat, 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 dus, dat dat vertaald is naar gameplay maakt mij heel erg blij. Ja. Dat, dat voelt dan echt wel. Het, het is uiteindelijk ook maar gewoon een gimmick. Want in principe zijn het gewoon je, al die dingen die je op kan pakken. Uh, het doet op een gegeven al moment. Het ja, doet allemaal ja. hetzelfde. All blunt force en, drama, en je ja, kunt het ja. drie keer gebruiken ja. en dan uh, dus, nou, het is klaar. het klaar. wat dat betreft gewoon eenzelfde game. Ja. Maar uh, <laughs> <laughs> uh, het is leuk. Het, 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 het voelt alsof het. Het is, het is gewoon. Het geeft plezier. Dat vond ik het allerbelangrijkste. Ja, maar. Mm -hmm. maar de combat is voor mij niet het leukste, ik, op een gegeven moment was ik dus uh, het, het volgende level was ik in een soort van uh, woestijnachtig gebied met een, uh, een afgraving uh, en zo en toen dacht ik van ik moet nog wel even proberen om die gunplay een beetje te testen dan, want ja ik zit nu een beetje wat meer op afstand, er zijn twee naties voor me, ik heb er eentje hun een collega doodgemaakt met een uh, met een bezem. <laughs> <laughs> dus ik pak zijn geweer, zijn even rifle. En ik denk: van nou, ik ga die gast even in zijn hoofd schieten. Dus ten eerste is het lastig om te mikken, zeg maar. Dus je bent van een afstandje. Dus ik schiet gewoon zijn helm eraf, zeg maar. Dus <laughs> in één keer komen drie, vier van die naties op me af. En ik heb iets van twee kogels left, weet je. Dus ik. Ik, ik heb voor al die naties twee kogels nodig, zo ongeveer. Oh. Dus het, ik, ik kwam erachter, ja, het is helemaal niet handig. En ik dacht, van nou, ik vind dat eigenlijk best wel leuk. Het is ook niet nodig om hier een shooter van te maken. Dus dat vind ik wel tof. Maar het allerleukste aan Indiana Jones vind ik dat ik op een gegeven moment in Vaticaanstad was. En ik heb al die naties uitgeroeid. En ik was op een gegeven moment, uh, ik, ik moest ergens. <laughs> Toen moest je tegen de eindbaas, de paus. <laughs> dus ik op pauze drukken. Um, dus op een gegeven moment moet je een schilderij omdraaien. En dan gaat er een Lek. fireplace open. Dus dat soort puzzels zijn leuk. Precies. Maar op een gegeven moment dacht ik van... Oké, okay, en nu? Waar moet ik heen? En ik dacht van... Ah, mm, zoeken naar Yellow Tape natuurlijk. <laughs> Hij mompelt ook niet eens tegen mij van... Ja. nou misschien moet ik daar. Oh, godzijdank. Ja, ja, ja. Ja, dus ik dacht van... Oké, okay, maar... Hmm. Ik ben hier al geweest, ik ben hier al geweest. Het is allemaal best wel uitgebreid en, en, en je kunt verschillende kanten op. Ik dacht van, oh, wacht eens even. Ik kijk omhoog. Zo, ja, het is inderdaad een balkje en dan kan ik met mijn zweepje zo, pap. Weet je. En toen dacht ik, ah, ik voel me wel een soort van zelf-Indiana Jones. En dat is wel fijn, weet je, weet je dus like niet dat yep. Ja, maar wat, wat het is een beetje zo'n PlayStation virus dat je met in God of War en But in we oh, beginnen er niet over. Dat, dat je gewoon de hele tijd dat, dat mompelende ja. wijsneuzige toontje van ja. oh, misschien moet ik dit even doen. Oh, misschien moet ik dat even. Zijn doen. zijn als dus de even... dood dat je niet elke seconde engaged bent. Ja. Ja. ja of dat je of afhaakt, dat je zelf ja. moet nadenken. Ja. ja. Of dat je afhaakt omdat je omdat je vast bent gelopen. En ja. ja. dat is natuurlijk een Terwijl beetje Wel ondertussen, ja. weet je bijvoorbeeld uh, Miyazaki, weet je van Eldering en Dark Souls die op zijn best gebieden, achter optionele geheime muren. They don't give a fuck. Ja, dus heel ja. heel Laat een gamers games, het ja. zelf uitvogen, ja, lekker. Ja. En dat vond ik wel, uh, wel heel tof van deze game. En dat wordt eigenlijk alleen maar beter, want op een gegeven moment kom ik dus in die excavation site zeg maar. Het dus gewoon een enorme, wijd opgezette uh, missiegebied, uh, waarin je dus niet alleen de main missie moet doen, maar je komt ook gewoon geheimen tegen. Je praat met mensen die zeggen van, oh nou, volgens mij is er ergens een schat uh, daar en daar. Maar die nee, hebben die naties nog helemaal niet gevonden. Het is allemaal side content waar je dus ook heen kan gaan. En toen dacht ik van, oh, ik voel me wel echt een beetje Indiana Jones. Ik was zo bang en... dat ze dat zouden verneuken door inderdaad wat jij net zei, dat dat die, dat, dat gelul van side-characters die dan, die dan de juiste kant op duwen of zo. Want ja, nee, dat is ook wat Uncharted doet. En dat ja, is eigenlijk een ja, beetje de moderne dat, Indiana Daar was ik een beetje bang voor. Dat, dat het echt een soort van Uncharted was, maar dan first, first person. person ja. En dat is het dus niet. Ik voelde me echt weer een beetje iemand die gaat ontdekken... en die bij een puzzel niet zijn handje wordt vastgehouden. Maar dat je gewoon echt even na moet denken... Uh, Natuurlijk gebeurt het op, tot op zekere hoogte wel, want in het begin dan is, is je is die art gallery trashed in Marshall College en dan moet je bepaalde dingen weer terugzetten en opdrachten te komen van ja, wat, wat, heb, wat missen we nou eigenlijk? En dan wordt niet echt helemaal uitgelegd, maar soms dan zegt je die marker zegt van eh I don't think that dat was daar, right? En dan ga je nog even kijken: van oké, okay, uh, dit is de Sphinx, dus dat hoort ergens bij de Egyptische mm, yeah, yeah, mythologie, yeah, yeah, yeah. dus ga je daar even kijken, weet je. Dus dat is wel, uh, wel heel tof. Want dat is denk ik wel moeilijk te vertalen. Een van de dingen die heel erg belangrijk is voor de films, is dus inderdaad: in de films heb je ook die momenten. Dan heeft Indi een paar aanwijzingen en hij moet dan iets vinden. Ja. Um, en hij krijgt dan altijd dat moment van dat die in, dat ingeving van oh ja dit is wat ik moet doen omdat ja. hij een geleerde is dus hij kent hij kent, hij kent ja, al Latijn hij kent Grieks hij, hij kent de geschiedenis hij weet bijvoorbeeld ook in de eerste film ook bijvoorbeeld heeft hij zo'n medaillon waar licht doorheen moet maar dan moet ja. hij op een stok zetten ja. en de lengte van de stok wordt dan uh, in, 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 dat wordt dan gemeten volgens de oude Hebreeuwse meetmaatstaven ja. de ja. nazi's weten dat niet ik vraag me wel af van hoe vertaal je dat naar een game waarbij dan de intelligentie van Indiana Jones is de intelligentie van de speler zelf. Snap je? Ja. ja. Dus je moet je, je kan niet meer die super soort van oudse Nee, maar het is wel dat je, ik denk dat het wel wat dumb down is inderdaad, want ik heb niet wel, maar... heel veel van dat soort uh, puzzels gehad, maar ik denk ja, maar uh, uh, ik vond het wel fijn dat ik niet te extreem aan mijn hand werd vastgehouden. En ik denk dat dat juist uh, ook wel de bedoeling is omdat je dus het is niet echt een actiegame. Het is meer een avontuurgame dan een actiegame. Ja. En uh, het enige waarvan ik me een beetje afvroeg, was die combat. Inderdaad, het is, het is leuk, maar op normal mode. Want je gaat zo'n demo niet meteen op hard spelen, want wie weet. Wat, ja, hoe, wat, je hebt maar twee uur, weet je wel. Ja. Maar het was net even iets te makkelijk. Ik kon, mm. Kijk, het is de insteek dat je dus niet een superheld bent en ja. wat dan ook. En je moet wat steltie doen. Maar op een gegeven moment besef je, ja, oké. Okay. Paf, paf, paf. Ik ga weer naar de volgende. Paf, paf, paf. En dan kan ik even vrij rondlopen. weet je. Dus, de, dus ik had zoiets van, oké, okay, op normaal is het iets te makkelijk. Je had en, niet echt de spanning van, oh, ik kan elke elk seconde... Nee, op een gegeven moment enzo. niet meer. Want ja. op, je krijgt ook bepaalde skills, die kun je toevoegen. Dus uh, die, die vind je in de in levels en die kan je dan vrijkopen met geld wat je hebt. Dan bijvoorbeeld dat je Fedora, uh, als je wordt verslagen zelf, dus zelf nog koud wordt geslagen, dan gaat je, je je hoedje weg. En als je die, dan lig je een beetje zo dazed. En als je die dan weer opdoet, dan krijg je weer zo'n veel moment dat je denkt, zo, haha, ik ben er weer, weet je? Ik doe mijn hoedje Goed, weer op. Leuk, ja. leuk, leuk, dat leuk, soort leuk. dingen zitten erin. Ja, ja, ja. Of dat je iemand verslaat met je, met je vuisten. En, en uh, daarna uh, refilt je stamina direct weer. Ja. Dat soort skills leuk. zitten er ook in. Um, maar ik had wel een beetje het gevoel van oké, okay, hoe lang blijft dat is, deze... Dat was trouwens de enige goede mechanic van Duke Nukem Forever. Die had een egometer, als een soort van stelnameter. Oh, ja, dus als je, dan, ja. als je dan dingen deed waardoor je ego vergroot werd, dan werd je sterker. Dat is zo geweldig. Ja. Egometer, ja. Ja. Awesome. ja. Maar ik, ik dacht wel van, oh, hoe lang blijft dit nog leuk, ja. die combat? Maar voor de rest werd ik wel heel erg blij verrast met uh, de vrijheid en de avontuurlijkheid die er in de game zit. Indiana en... Jones staat synoniem voor avontuur, dus dit maakt me heel erg blij. Tegelijkertijd zei je wel van: Het is veel meer een avonturen game dan een actiegame. Thank God. Maar de films staan wel bekend voor wanneer er actie is. Heeft dat echt wel een paar van de meest bijvoorbeeld iconische achtervolgingsscènes? Bijvoorbeeld ja. met, met voertuigen en, en turrets bijvoorbeeld. Ja. Heb je daar wel ook iets van meegekregen? Nee, nee. nee, dat heb ik niet meegekregen. Um, Want hij, er zit, er, zit er, er zeker van dat soort momenten. Er zijn echt momenten in dat hij van, 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 van busje naar busje springt... terwijl de ander wordt opgeblazen. Het zit en... sowieso in. Van die maar energische... goed, kijk, weet je... Er zit, er zit heel veel Indiana Jones liefde in sowieso. Op een gegeven moment dan uh, kom je in een, in een tentje terecht... waarbij je uh, met, met een... ik wil zeggen inpoegeling... maar een Egyptenaar praat uh, over de nazi's die daar... <laughs> en die heeft, met een untermensje. <laughs> die... Uh, een huisdier heeft en dat is toevallig een slang, weet je? Oh, nou en die vraag, vraag van, slang. oh, kan jij uh, die slang even voeren? En dat dat het levert er weer hilarische situ ja. situaties op. Um, maar wat ik wil, uh, wat wilde ik ook weer zeggen hierover. Um, over, over de slang. Nee. Oh. Um, <laughs> um, Trouwheid uit, trouw uit aan de film. Goed. Nee, 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 nee ik ben, dat het, ik even nee, ja. ik ben het even kwijt. Nee, ik ben het kwijt. Ah shit, ik had het wel. Uh, ik heb je afgeleid, sorry. Nou, dit is Ja, dit is altijd. Nee, ah, ik, had, ik had een train of thought en die werd yeah. ontzettend derailed. Straks zeg maar. zijn we klaar met opnemen en zeggen: Ja, dat was een. <laughs> <fuck."> <laughs> ja. Nee, maar goed, uh, dit, dit is voor mij. Uh, was het echt. Aan de ene kant denk ik van: Oké, okay, uh, die combat, ik hoop dat die uh, fris blijft, zeg maar. Dat het niet. Een soort van sta standaard ding is waar je even doorheen moet om dan weer verder te gaan met het avontuur. Mm -hmm. um, tegelijkertijd was ik heel erg blij van, 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 de, van de vrijheid en het, het avontuur uh, wat je hebt. Um, wat, je kan bijvoorbeeld ook te, uh, een soort van underground knokclubs uh, of zo, dat je daar okay. een beetje, een beetje, ja, een beetje nou, kan oefenen. Zeg maar. Ik hoop dan voornamelijk dat ze de, de het knokken leuker maken door veel meer environmental shit te doen, want dat zit heel erg in de films. Uh, bijvoorbeeld dat op een gegeven moment is je aan het vechten op, op een soort hangergebied en dan gaat een van die propellers aan van een vliegtuig en dan moet hij die, die gro grote gas mm. in die propellers slaan, mm -hmm. zodat hij helemaal aan stukken gescheurd Weet je, dat soort, yeah. dat soort dingen zou ik wel vinden. Ja, weet je wat mijn favoriete film is? Uh, mijn favoriete nou? Indiana Jones film is uh, The Holy Grail. The the, the, last the Last Crusade. Met ja. Sean Connery. Mm -hmm. En dat Derde. is vooral omdat ik een enorme Sean Connery fan ben. Ik vind dat een fantastische acteur. En ik, die chemie tussen die twee is fantastisch. Ja. Ja, um, ja, maar ik, ik, ik kan me die film nog zo goed herinneren, eh, vanwege omdat hij zo leuk was, maar ook omdat hij zo gruwelijk was. Dat ik op een gegeven moment dus ja, die, die, uh, die, die heilige graal, dan geeft hij die natie die, Nazi die uh, de de verkeerde heilige graal. En dan. Verschrompelt die eigenlijk voor onze ogen? En dat, nou, het is voor, voor mij echt een soort van trauma bijna. Yeah. Maar eigenlijk, in al die films gaat er wel. Iemand op een afschuwelijke manier, dood. manier. En het dood, is altijd ja. met, met het hoofd. Of, of zijn gezicht smelt, of ja. hij, of hij on, zijn hoofd ontploft, of implodeert. En het is of... altijd ook uh, het bijna altijd ook door een bovennatuurlijke um, ja. oorzaak. Hè? In, uh, in de ja. eerste in Red of the Last Ark doen ze de Ark des van bonds open, waardoor de doodsengelen eruit komen. Ja. Die smelten inderdaad die natiehoofden. Ja. In de tweede zijn het die, die uh, Hindoestaanse stenen. Die beginnen te gloeien, waardoor uh, die, 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 die brug stort in, en dan wordt ze opgegeten door de krokodillen. Dan heb je inderdaad, in de derde is het de, 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 de graal, de heilige graal ja. de verkeerde, waardoor die ja. snel sterft, in plaats van jonger wordt. Uh, in de vierde vinden ze een azteekse tempel. En dan zetten ze die crystal skull erop. En dan worden, uh, smelt al die skull samen tot een alien. En die kijkt dan, die bad guy in de ogen en dan smelt het de ogen. Die, ja, die branden helemaal ja, 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 op. Volgens mij heb ik die niet gezien. Oh, die, die is nog wel ook. Okay. King, the met Shia die, die is met Child yeah. Above. Dat is als zijn zoon. Oh. Kingdom of the Crystal Skull. Met. Um, ik weet het niet meer. Hoe heet actrice ook? Dat is niet met de Natie, maar met de Russen. Is dat. Oh. dat? ze allemaal dat ze, ze hebben Volgens van, die, heb die, uh, van die glazen schedels. Oh, misschien en, moet ik nu nog even kijken. En, ja. Die is wel leuk. Die is okay. op zich wel leuk. Er zitten een paar. Um, Kijk, uh, zegt zegt de koelkast jou iets in de context van Indiana Jones? The Fridge moment? Nee. Oké, okay, heel veel mensen zeggen. Je kent Jump the Shark ken je wel als een term toch? Wanneer ja? een franchise ja, ja. iets stom doet. Mensen zeggen Indiana Jones uh, Jumped the Shark toen Indy in de, in de koelkast ging zitten. Maar als je het niet hebt gezien dan ga maar kijken, ga maar kijken. we het okay. volgende keer over hebben. Ja. Oké. Okay. Ja. <laughs> nou ja, goed, ik ik heb in ieder geval um, wel een soort van gerustgesteld gevoel overgehouden aan mijn tripje naar Londen. Precies. Uh, en dat is vooral gewoon omdat het in die ademt, Juist. de ja. humor, de, het avontuur. Um, het is natuurlijk... Zelf puzzels uitvogelen. Ja, d dat deed me gewoon heel erg veel plezier. Leuk en ik, man, ik, zin ik, in. Ja, ik denk wel dat het een, uh, een leuke game is. Hij komt dit jaar is, nog toch? Hij is voor is geen Xbox-exclusive Xbox Xbox meer, toch? of als nee, nou, hij, hij, komt in, uh, hij, hij komt in de lente uit. In het voorjaar ja. komt, hij, uh, komt hij in 2025 voor jaar jaar de PlayStation. Uh, ja. En voor de PC is die direct en voor de Xbox ja. ook op 6 december ja. dit jaar. Leuk man. Game Pass? op Gamepass, ja, 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 ja. Hmm. zeker. Hmm. Um, en ik wil het nog even hebben met jullie over uh, Call of Duty Black Ops 6. Oh, ja. Oh. ik had het niet gedaan. Ik ben een lang weekend weg geweest en um, ik kreeg, voordat ik wegging, kreeg ik een code van uh, Black Ops Dus ik, ik doe dat even in mijn app ik denk van nou, ik download hem alvast. En ja. ik uh, kwam uh, maandag kom ik terug en ik denk ik uh, zet hem even aan. En ik denk van ja, Black Ops. Het is altijd standaard. Het schiet even lekker weg. En dan heb ik het weer gezien. Mm -hmm. Dus ik start op een gegeven moment die multiplayer op twee potjes gespeeld. Nou, leuk en aardig. Uh, het gaat supersnel. Het is leuk. Ik denk, ik ben wel benieuwd naar die campaign. Want ik kan me nog ergens een trailer herinneren met Bill Clinton. En ja, met Reagan. En, en met Bush. En, ja, en met Hussein en wat dan nou. ja. ook. Ik dacht van, oh, dat kan ook wel eens uh, tof zijn. Want die vorige van Modern Warfare 3 was echt waardeloos, die campaign. Dus ik start die game op. En het. Op zich prima begin en alles. Op een gegeven moment kom je dus in een soort van hub terecht. Een oud KGB safehouse in Bulgarije. En uh, dat is een enorme mansion, weet je wel. Dus op een gegeven moment, je hebt de poppetjes daar. En dan ga je mee praten. En je moet je, je, je missie voorbereiden. Je kan een weapon bench maken wat dan ook. En op een gegeven moment dacht ik van... Oh, ik ben benieuwd hoe groot dit huis eigenlijk is. Dus ik ga een beetje rondlopen. En... Op een gegeven moment denk ik van, nou oh ja, hmm, allemaal verschillende kamertjes waar eigenlijk niks is of zo. En op een gegeven moment dacht ik, nou, ik ben ermee klaar. Het wordt ik, oh, een die feestje dit, hè? Nee. Nee. <laughs> okay. Hij komt de kamer binnen met ja, alleen maar raar, girls raar, die aan het streamen zijn. Holy fuck. Oké, sorry. Ja. Op een gegeven moment dacht ik, net voordat ik denk van, nou, ik, ik, ik denk dat ik hier niks mis, zie ik in één keer een, een noot. Dus ik lees dat. Ik denk van. Oh, Oké, okay, dat is van die Adler, die guy. Uh, die, die zegt wat over dat huis. Of dat het een oude safe house is. En dat er iets moet zijn. Maar de, okay. waar die nog niet is achtergekomen. Dus ik denk van, huh? Oké. Okay. Dus ik ben gewoon eigenlijk. aan het puzzelen in. Ik, ik ben drie, vier uur lang. Bezig geweest. Niet met schieten. Maar gewoon in dat huis rond te dolen. En mysteries aan het ontrafelen. Het what? is fucking vet. Hè? He? Wat? He? Het is een soort van. Het is echt. Ik, ik, ik heb de review van uh, Mol gelezen. die heeft daar met geen, geen woord over gerept. <laughs> het, is, het, ik, het is echt serieus. Op een gegeven moment zie ik een kluis. En die kan ik niet openmaken. ik denk van. Hè? Hey, Wat de fuck? We, we, ik, ik weet nog steeds niet hoe je de kluis moet openen. Maar. In mijn zoektocht naar die code kwam ik er een keer achter dat er een piano was. Als je die op een bepaalde manier bespeelt, gaat er een deur open. En dan gaat er, kom je bij een soort van KGB-bunker. Het is allemaal oh, zo what? vet. Het is echt niet te geloven. Maar die bunker die gaat niet open omdat je ergens anders een, een generator aan moet zetten. Maar dat gaat ook niet op, van op de een of andere manier. Dit klinkt maar je ook als is een van super elaborate easter egg. Of is het echt? Ja. Uh, weet je wat? Kijk, heel veel mensen vinden de zombies in, in Black ja. Ops altijd heel erg vet. Ja. Um, en daar ben ik op een gegeven moment afgehaakt, ironisch genoeg. Omdat het zo'n extreemachtige um, um, puzzelgame is geworden. Met een soort van, weet je, alsof je Monkey Island, zeg maar. Die obscure puzzels mm -hmm. die soms echt... ...extreem ver gezocht waren. Dat is, sword, dat is in een soort van... ...hoordachtige zombie mode gestopt. Waardoor je echt een soort van... ...insane tijdsdruk krijgt om bepaalde puzzels op te lossen. Oh, en... zoals in een escape room. Ja, ja precies. Ja. Maar, maar, maar gewoon een... ...enorm vergezochte escape room. Dus daar ben ik op een gegeven moment afgehaakt. Maar ik denk dat zij op een gegeven moment dachten van... ...kunnen wij niet een soort van bepaalde elementen... ...hiervan... Mm. Uh, ...verplaatsen naar die campaign... ...en die hubwereld in de campaign. En ik vind het zo vet... En op een gegeven moment kwam ik dus in die KGB-bunker. En dan kom je er dus achter wat er daar is gebeurd. En Die KGB-agenten, die, KGB die uh, dat, dat, dat zouden dan sleeper agents in de United States worden. Maar dat was allemaal. Dit speelt zich natuurlijk af in de jaren 90. Maar dit is echt 20 jaar daarvoor weer. Dus, uh, en er zijn mensen. In gijzel uh, gegijzeld geweest daar de hangen van die van die uh, van die kettingen aan de muur en zo. Nou, en en van die, van, ja, ja, inderdaad, van die yeah. vieze stoelen met ja, bloed ja, ja, en ja, ja, ja. en en torture devices en zo. En het is allemaal verlaten en het is super stil. Dat valt me sowieso op van die game. Er is echt de sound design is op een of andere manier gewoon wat down getoond, zeg maar. En dat dat bevalt me heel erg goed. Maar dat er, ook, is er dat dus je niet hoger. vol wordt geblazen met gewoon harde, cinematische muziek. Maar dat je gewoon acht, af en toe even de tijd krijgt om te voelen, weet je wel. Dus op een gegeven moment ben ik aan het ronddolen in die bunker. En het is gewoon stil. En ineens hoor ik die kettingen zo. Van dat, van dat kamertje ineens zo heen en weer. En ik dacht, fuck, fuck, fuck. Ik denk, ben ik nou in een soort van impetie beland of zo? Wat is geweldig, echt. wat? Ik vond dit zo vet. En... Ik heb voor de rest een paar missies gespeeld. En, en het, is, het is echt wel leuk. En ik, ik, een van de leukste campaigns die ik een jaar heb gespeeld. Maar dit is voor mij echt het hoogtepunt. Je hebt het oh. nog in één keer over schieten gehad. In een Call of Duty. Precies, hoe bizar. Ja, ik vind het echt heel cool. Um, oh. Of het nou uh, 70 euro cool is, dat laat ik nog even. Fix even komen, wil ik het, ook ja. Ja, het is, <laughs> ik, ik, ja, maar goed. Ik, ja, ik vind het echt... Uh, ik, ik wilde dat nog even kwijt. Ik wil, als, je, als je de kluis hebt maakt wil ik dat je me even een tweetje stuurt. Ja. Ik, oh ja, ik wil weten Precies, wat erin zit. Ja, ja. ja maar Op een gegeven moment kom je dus een blacklight nee. tegen ergens. En dan, begin... en dan ga je oh. naar een slaapkamer. Nou, het bed, jongen. Dat... <laughs> het is die PD niet weer, jongen. Oh. Nee, maar goed. Uh, nee, dat, ik heb er echt van genoten. Ik, ik, uh, okay, ik, ik kan ik, dus ik niet wachten geen... om dat allemaal te ontrapelen. Ik heb geen Call of Duty game aangeraakt sinds Modern Warfare 2. De oude. De oude, wow. dus, oké, okay, ja. Yeah. Wow. Uh, maar dit klinkt leuk. Ja, nee, het ja. is, e is echt leuk. Oké, okay, hebben we nog iets te bespreken? Oh, oh ja, ik bedenk net. Uh, ik zei dat ik eigenlijk niks anders gespeeld had dan metaphor, maar ik heb wel wat anders gespeeld. En dan wil ik nog even een land verbreken ook. Um, de drie oude Timesplitter games zijn opnieuw uitgebracht voor de PlayStation. In ieder geval voor de PlayStation. Misschien mm. ook voor de Xbox, weet ik niet. Uh, Tuinsplitters 1, 2 en 3. Uh, ik heb ze alle drie gedownload, want het zijn geweldige games. Voornamelijk Timesplitters 2 is denk ik een van mijn favoriete first-person shooters aller tijden. Jij noemde net al eerder in de uitzending Goldeneye heel even, toen we ja. het over muziek ja. hadden. Het eerste level van Timesplitters 2 speelt zich af op een dam. En het voelt echt als een. Spirituele opvolger van wow. Goldeneye. Oh, uh, een van de beste openingslevel aller tijden. Het kost iets van 9 euro per game of zo. Als mensen even. Uh, het zijn allemaal een beetje PlayStation 2 Gamecube, Xbox mm -hmm. 1 uh, tijdperk. Yep. Maar als mensen echt even een paar euro over hebben, ze willen echt weer een soort van hele vette, unieke old school shooter hebben. Was die timesplit niet met die guns dat je zelf moest schieten? Was dat? Ja, je, um, uh, het, het speelt al, uh, als volgt. Je hebt inderdaad gewoon, je kan gewoon bewegen en uh, richten. Maar als je dan inderdaad met de linker trigger. Uh, secuur gaat richten, dan kan je binnen het scherm nog ah, soort van secuur... Dus, dus ja. hij pakt zeg maar wel je... Het, het is gewoon een twee-stick shooter. De, de maar. De gyroscoop pakt die op of niet? Uh, nee? Nee, nee, nee? Nee, het nee, is het niet, het niet motion. Het, het, is gewoon, het, oh, is motion. Gewoon, het is gewoon een twee-stick shooter, ja. maar um, waar je bijvoorbeeld uh, met de linker trigger in Call of Duty, kijk je door de ironsides. Oh, zo, ja, ja, ja Nu ja, ja, ja. Um, wordt Dan koppel je de guns een beetje los, waardoor je ze nog... Nog gevoeliger kan schieten oh, ofzo. Okay, dus okay. dat is wel een beetje een unieke control scheme. Um, maar de, voor na, de grootste gimmick van Timesplitter is dat uh, je door de tijd jumpt in elk level. Dus elk oh, ja. level is anders. Ja. Dus je begint bijvoorbeeld in het heden, op, in de dam, maar daarna ga je naar. Uh, Neo-Tokyo in het jaar 3000. En daarna ga je naar het Wilde Westen. Dus je krijgt ook steeds andere oh, guns. Je gaat van revolvers cool. naar laserguns. Um, naast de story mode, die, die dus door de tijd springt, heb je ook, en dat vind ik het vetste aan Timesplitters, heb je challenge modes, waarbij je hele kleine missies hebt. En als je die binnen een bepaalde tijd uitspelt, krijg je een gouden trofee of een platinum trofee. En dat was nog voor trophies en achievements. Mm. Um, en dat is super verslavend. Is en, Timesplitters niet zo'n hele bekende arcadecast? zit. Nee. Uh, wat is nou die game? Time Crisis. Bedoel oh, time, ja. time crisis. oh okay, ja, okay, dat is Time Crisis. Ja, dat is een Lightning game. Time kijk, Splitters yeah. is wel gemaakt ja. door, um, door een paar mensen die vroeger ook inderdaad bij Rare zaten. Die dus ook echt aan GoldenEye gewerkt hebben. Right. Ze hadden toen daarna, na de Time Splitters games, hadden ze voor de PlayStation 3 Haze gemaakt. Oh ja. En die was helaas niet zo nee, goed. Nee. Dus daar is de, de, de studio ging toen ook een beetje kapot. Um, maar het waren super getalenteerde motherfuckers. En die drie Time Splitter games zijn alle drie echt. Uitstekend, zeker 2 en Future Perfect uh, deel 3. Um, maar ik, ik wil dat nog even ik wil mensen er even aan herinneren dat die games nu dus makkelijk verkrijgbaar zijn online op je uh, kerstverse console en uh, tijdloos. Okay. Super leuk. Cool. Nou, ja. dat is uh, wat, wat gaat de poll worden voor uh, deze week? Even kijken, uh, we hebben het over met gehad over Dragon Age, Wilgard, uh, VR, Black Ops, Indiana. Hmm. Uh, Wat willen we uh, weten? Uh, nou, wil jij je liever als Batman of als Indiana Jones voelen? Oh, dat vind ik nog best wel leuk eigenlijk. <laughs> ja, dat ja, vind ik nog best wel leuk. Want je, je krijgt inderdaad bij allebei die games echt in de huid van die, van die character. Ja, dus, de huid aan van die Dus, dus ja, ja, nee, dat vind ik wel eigenlijk wel leuk inderdaad. Oké, oké. Het zou super vet zijn als die Indiana Jones games in, in VR uitkwam. Oh, mijn god. Ja. Zo. Ja. Make it ja, happen. Ik, wilde, ik, ik was dus in <laughs> Londen en ik, ik had me al helemaal voorbereid op een interview. Ik denk, als je, als je gewoon echt een beetje goed nadenkt voordat je een interview hebt, kan je best wel veel leuke informatie uithalen. Het zijn ook maar gewoon gasten. Sure. Dus ik, ik wilde dat ook vragen. Van, kom, heb je dus nagedacht over een VR-versie? VR oh, dat het, zou ja. echt te vet zijn. Zeker als het inderdaad wat meer op adventure leunt en niet zozeer ja. op actie, ja. zou dit echt. Oh. Ja. 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 Oké, okay, ja. Dus ja, ja. leuke pol inderdaad. Ben je liever Batman of uh, Indiana of indie, Jones? Ja. Okay. Ben jij liever Batman of Indiana Jones? Dat is een hele moeilijke vraag. Als ja, zeg. ja. Wat gaan we nu stellen I Andres, I dus, okay, um, Of gaan we het volgende keer? Okay, nee, na, nee, nee, maar het la, laat ik het zo zeggen. Ja. Ik denk dat ik liever Indie ben. Ja. ja. Batman die slaapt nauwelijks. joh. Ja, dat, <laughs> dat is niet te doen. <laughs> <laughs> en jij wordt vader nog. <laughs> ja, nee, nee, daarom. Daarom. <laughs> ja. Oh. Niks uh, te maken uh, met de studenten is die allemaal En jij? Nee, ja, Batman natuurlijk. Ja, ik ook, Indy. Ja, oké, ja. let's go. Box. Oké, okay, dankjewel voor het kijken en voor het luisteren naar deze PowerPraat. Um, hopelijk uh, vond je het leuk. Vergeet niet te stemmen op de poll. En natuurlijk ook een nieuw comment achter te laten. Want dat vinden wij hartstikke leuk. Hebben we volgende keer ook weer iets om over te praten? Tot de volgende keer. Volgende week is Martin er weer met zijn Possy. Wij zijn er over twee weken weer. En dan in plaats van Samuel is Cody er. Um, tot dan.